Goedenavond. We kunnen geen tijd verspillen. Er staat veel op de planning. Dus laten we meteen beginnen met Joris Demmink. De secretaris-generaal van Veiligheid en Justitie. De hoogste ambtenaar boven rechters en politie. In zijn positie van macht hoorde geen aanklacht. Ik zeg het hard, jarenlang kleine jongens verkracht. Vraag het Adele van der Plas, waarom zat Bebas in vast? En houdt de Turkse regering zo'n lijk in de kast? Het Rolodex-onderzoek wekte al de schijn. Dat hij jongetjes bestelde, net als bij de pizzalijn. Een groot pedonetwerk, à la Dutroux, via Frits Salomonsen. Tot de Oranjes aan toe. Minister Opstelten die ziet geen vuur en geen rook. Want bij Minerva in Leiden was Demmink studiegenoot. Ik zocht het uit en spreek me uit. Want achter de schermen is de grootste crimineel degene die ons moet beschermen. Kamervragen. Ik had nog een paar kamervragen. Gewoon wat piepkleine kamervragen. Ik ben een type dat voor feiten koos. Dus ik schreef een liedje met een tijdgenoot. Kamervragen. Heel Delft die heeft kamervragen. Je homie Lange Frans heeft kamervragen. Met een type dat voor feiten koos. Dus ik schreef een liedje. Ik las UFO's bestaan gewoon van Koen Vermeer. Die jarenlang luchtvaarttechniek bestudeerde. Hij werd de dokter-ingenieur mee aan de TU Delft. Het is via bol.com bestellen en dan leest u zelf. Hoe NASA-astronauten, die waren op de maan. Nu openlijk bekennen dat UFO's echt bestaan. Een deel is buitenaards en een deel is mensgemaakt. Maar een openbaar debat, dat is de kern van de zaak. Maar wij zijn hier op aarde aan het vechten om religie. Zolang we de Kardashians kunnen zien op televisie en ons super druk maken om de fame en de sport. Maar mensen, wat gaan we doen als het systeem instort? Een big reset à la Willem Middelkoop. Een hele schone lei, ik ben strijdbaar, heb hoop. Ik vraag wie doet dit zo dope? Grap het spook door mijn hoofd. Dit is geen carrière move, nee, ik ben één met de flow. Ik ben helder. Ik ben nuchter, ik ben scherp als een dolk. Een stem van de straat, een tolk van het volk. Een troubadour met een boodschap, een rappende klootzak. Ik wil weten wie mijn e-mails leest en wie mijn telefoon tapt. En waarom jullie banken redden met een goede bonus. En waarom krijgen mensen kanker en een woekerpolis? We willen toch als land vrede in het Midden-Oosten. Waarom staat minister Hennissen op een wapenbeurs te proosten? Wat doet Diederik Samson bij de Bilderberggroep? Gekozen door het volk. Maar wij zijn niet in de loop. En wie vermoordde Els Borst? Een gekke Hans Worst die geen sporen achterliet en geen DNA most. Was haar eitje toch te los en kende ze een geheim wat ze niet meer kon bewaren zo vlak voor haar eind. Dit is geen paddeltrip, vage flow, geen rap voor de radio. Je DJ die is revolutionair, maar deze draait die nooit kamervragen. Ik had nog een paar kamervragen. Gewoon wat hele kleine kamervragen. Ik ben het type dat voor feiten koos. Dus ik schreef een liedje met een tijdgenoot. Kamervraag. Heel Delft die heeft kamervraag. Eva en Koen die hebben kamervraag. Ik ben het type dat voor feiten koos. Dus ik schreef een liedje. Minister Timmermans die kon zingen in 7 talen. Maar ligt de onderste steen inmiddels al boven op tafel? Waarom ligt de NOS glashard door haar tanden? In elke goocheltruc verliest het oog het van de handen. Aardbevingen in schaliegas ruïneren Groningen. Maar Beatrix verbouwt voor 9 ton na naar woningen. Mijn kinderen zijn thuis bij de verplichte koningsspelen. Maar op Koningsdag zal ik trouw dit liedje spelen. Ik schaam me voor de zorg. Hoe kan dit zo zijn? Mensen zakken in de stroom, net als de moeder van Varijn. Ik zeg je, ja, nieuw beleid vraagt om nieuw bewijs. Dus in de zeitgeist van de nieuwe tijd heb ik wat kamervraag. Gewoon wat hele kleine kamervragen. Ik ben een type dat voor feiten koos. Dus ik schreef een liedje met een tijdgenoot. Doe maar. Dank u wel. En blijft u alstublieft klappen. Niemand minder dan Koen Vermeer. Ik moet hier in Delft zeggen, jullie eigen Koen Vermeer. En onze lieftallige gastvrouw-presentatrice van vanavond, Eva Manneke! Hoi! Hoi!
En jullie zijn er ook allemaal. Gezellig. Gezellig. Goed gedaan, Fransie. Dankjewel. Zo, gaan we even beginnen met voorstellen. Vertel, hoe kennen jullie elkaar? Nou, ik kreeg een sms'je. Een sms'je? Van Frans. Daar begint het vaak mee in een relatie. Ja. Klein sms'je. Ja. Of een appje. Ja. Zeg het maar, wanneer was het? Volgens mij had ik jouw boek gelezen en toen ging ik jou een sms sturen. Een paar jaar geleden? Ja. Welk boek is dat? UvA's bestaan gewoon. Ja. En ik moest gewoon checken van, bestaat deze gozer echt? En klopt dit allemaal? En ik wilde meer weten. Ik was heel gierig om daarachter te komen. Ik dacht van, ja, als deze meneer in Delft werkt, dan zal hij ook wel niet ver van Delft wonen. En je hebt iets dat heet het internet en daar is Twitter, heb je daarop. En toen heb ik Koen gevonden en zo is dat tot stand gekomen. Dus ik kreeg een sms'je en daar stond in, ja Koen, ik ben Lange Frans, je kent me waarschijnlijk niet. Nou, dat viel mee. Delftenaar. Dus, maar ik wil graag met je praten. En zo zaten wij in een Breda's café met jouw toenmalige vrouw nog. Ja, en, wit biertjes te drinken in de zon. Drinken in de zon. Ja. En jij moest heel vaak handtekeningen uitdelen nog. Klopt. Ik niet. Dus, en dat klikte eigenlijk meteen. Maar goed, je komt elkaar dus tegen in een Breda's café. Ja. En dan? Waar heb je het over? UFO's en buitenaards. Ja, dat is heel bizar. Dat is vrij bizar. Dus ja, dat zijn mensen die dat hebben, zeg maar. Ja. Ja, dat elkaar voor het eerst ontmoeten, dat je meteen begint over UFO's en buitenaards. Maar dat was wel zo. En toen zijn we dus een beetje in contact gebleven. En op een gegeven moment mocht jij, en ik zal eventjes de slide erbij pakken, als dat lukt. Ja. Toen mocht jij een keer in een programma zitten met Sophie Hildebrand. Klopt, ja. En even kijken hoor. Want we gaan eventjes met mijl een grote stap. We gaan heel hard doorheen. Heel hard doorheen. Ja. Heel veel slides over Koen ook. Dat is duidelijk wie de PowerPoint gemaakt heeft. Ja. Dus wij zaten in een programma en voor je het weet zit jij dan zeg maar in een graancirkel in Wiltshire uit te leggen aan Sophie hoe dat nou precies zit. En sta ik tussen de stenen van Stonehenge uit te leggen hoe dat zit met of die stenen daar wel of niet door mensen zijn weg. Maar laten we anders heel veel bij het begin beginnen, want we hebben het hier namelijk over UFO's en buitenaards leven. Ja. Dat is best wel bizar als je mij vraagt. Ja. Kunnen we heel veel beginnen bij waar jullie interesse voor dit onderwerp ontstond? Dan gaan we toch weer terug, want dat begint dan met mijn boek. En dat boek, daar zit natuurlijk een heel voorgeschiedenis aan, maar dat heb ik geschreven in 2013. Eigenlijk omdat ik in 2009, 2010 daar een keer een lezing over heb gegeven, omdat ik vanuit mijn vakgebied met studenten in aanraking kwam die filmpjes stuurden die vanuit de Space Shuttle werden geschoten. En we zullen vandaag nog wat van dat soort filmpjes zien. Waar dingen voorbij kwamen, waar astronauten met het grondstation over praten van ja, Houston, we still observe the alien spacecraft. En er werd mij gevraagd van ja, meneer Vermeeren, wat is dat precies en wat, hoe moeten we dat uitleggen? En ik wist dat niet, dus ik ben dat dus flink gaan uitzoeken. En dan kom je dus inderdaad in een heel terrein waar, waar je niks van af weet. En daar ben ik heel diep ingegaan, op een gegeven moment gezegd van ja, ik moet daar maar eens met studenten over praten. Collega's wisten van niks. En die studenten, die heb ik een keer anderhalf uur een lezing gegeven erover. En die zeiden, ja, dat moet u ons eigenlijk wel gaan vertellen. Dat heb ik toen gedaan. En nou, daar krijg je dus weerstand. Mensen die vinden dat niks, of die vinden dat raar, of zeggen, nou, dat is allemaal onzin. Dat is bewezen onzin. En ik was erachter gekomen dat er dus vele duizenden mensen uit mijn vakgebied, praat je over astronauten, luchtverkeersleiders, piloten, tot en met astronauten en hoge militairen, gewoon al 70 jaar lang allerlei dingen zien die we niet kunnen verklaren. Maar geloof jij dat dan in één keer? Nee, ik heb daar uren en uren vol verbazing naar zitten kijken. Maar ja, wat mij vooral het meest verbaast is, waarom praten we hier niet normaal over? Waarom is dit kennelijk een taboe? En moet je er dus geheimhouding betrachten en geridiculiseerd worden om hier een normaal gesprek over te hebben? En ik wil dat gesprek openbreken. En dat, dat is heel veel weerstand, lang verhaal. Uiteindelijk resulteert dat dan in het schrijven van een boek. En dan is er in één keer een rapper in Nederland die leest dat boek. Ja. Want ik ben de enige rapper in Nederland die echt kan lezen. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ja. Nee, maar ik, het is, vind ik, vanuit mijn vakgebied dan, kijk, hiphop is per definitie de muzieksoort die het verhaal vertelt wat misschien niet in de krant staat en niet op het journaal komt. En dat is echt wel een aspect wat voor een rapper en zijn kunstvorm belangrijk is. Dat is wel iets wat de laatste jaren, en dat komt ook natuurlijk omdat hiphop is vanaf dat ik ermee begon, en dat is een jaar of 20 geleden,
Zeg maar, toen ik op de middelbare school zat, was het een subcultuur. Je had de rockers en je had de skaters en je had de punkers en je had de gabbers. En, hè, in zo'n heel spectrum. En dan had je ook nog zeg maar, de rappers. En dat was dan nog los van de mensen die van R&B hielden. Dat was ook nog weer een verschil. Dus dat was heel klein en vrij overzichtelijk. Maar hiphop is tegenwoordig overal. En is zo'n gigantische miljardenindustrie geworden. Dat mijn vakbroeders af en toe schijnen ze last te hebben van vergeetachtigheid. En dan weten ze niet meer waar ze het over moeten hebben. Dus dan hebben ze het alleen maar over geld en vrouwen en de disco. En ik ben gek op alle drie de bovengenoemde dingen. Laten we daar geen doekjes om winnen. Maar je kan er nooit meer dan 6% van je tijd mee bezig zijn, heb ik berekend. Ik bedoel, niemand staat 100% van zijn tijd in de disco flesje champagne te spuiten en de liefde te verklaren aan een chick op de dansvloer, zeg maar. Dus ik vond het wel belangrijk, vind het nog steeds belangrijk om de nodige substantie in je teksten te verweven. Ja, maar er zijn er zeg maar heel veel opties en dan komt buitenaards leven. Mm. Nee, dat klopt. Ja. Wat een goede vraag. Ja. Nee, dat is zo. En dat is niet alleen voor rappers zo, dat is ook voor wetenschappers zo. Ja. Ja. Dus, ja nee, kijk, de popmuziek gaat, als je een liedje op de radio hoort, dan kan je kan er bijna vergif op innemen dat het gaat over liefde. En je kan de liefde van een paar kanten bekijken. Of je ziet diegene, je wilt diegene hebben, maar je hebt er nog niet, zeg maar. En dan ga je hard toezingen. Of je bent met er en je bent super gelukkig, of niet. Of je bent er kwijt. Dus maar allemaal manieren om er tegenaan te kijken, zeg maar. Dat is waar popmuziek over gaat. En muziek, en vooral hiphop en vooral rap. Want om een voorbeeld te geven, als je een zangcouplet schrijft, dan schrijf je 4 zinnen en dan heb je je 45 seconden wel vol. Als je genoeg adem hebt en je houdt de oes en a's wat langer aan, zeg maar. Maar hiphop is per definitie, in die 4 zinnen zang kan je 16 regels tekst krijgen. En die 16 regels die je ook nog eens aan elkaar rijmt, kunnen mensen vlot onthouden. Dus ik vind het belangrijk, dat het gaat me niet om hoe moeilijk dingen rijmen of hoe technisch het in elkaar zit. Het gaat er meer tussen om, wat zeg je nou tussen die rijmwoorden in? En ik weet dat, ik heb genoeg liedjes gemaakt die ook nergens over gaan, dat weet ik. Maar dus dan moet je dat een beetje balanceren. En ik vind het wel belangrijk om het ergens over te hebben. En niemand hoeft het met me eens te zijn, maar ik vind het wel fijn dat we op een normale manier de discussie kunnen voeren over een aantal zaken. Oké, maar gaan we dan nu naar, waar heb je het dan over? Kijk, mijn ding is vooral, mocht de buitenaardse techniek hier echt al zijn, dan vind ik dat iedereen daarvan moet meedelen. Maar ik vind ook dat alle mensen op de aarde mee moeten delen in alle soorten rijkdom. Laten we beginnen met alle mensen op aarde. En dat zijn er nogal wat die geen elektriciteit en stromend water en riolering hebben. Dat vind ik al best wel erg. Wij vinden het super normaal om straks je iPhone op te laden in een stopcontact, terwijl je op het toilet zit selfies te maken. Dat zien wij als, ja, dat is super normaal. Dat doen we waarschijnlijk over 2 uurtjes allemaal. Maar je moet je voorstellen, voor 3,5 miljard mensen op deze aardcirkel is dat wellicht minder gewoon. En ik heb altijd gedacht, mijn vader is milieukundige ingenieur. En mijn hele leven lang ben ik gebombardeerd met hoe het schoner kon en hoe het beter kon. En dat we afval moesten scheiden en windenergie en zonnepanelen. En we moeten fietsen, want we gaan niet met de auto en ja, en hè, allemaal goede dingen. Terwijl ik dan nu zie van ja, op grotere schaal kunnen we de taart toch veel eerlijker verdelen. En ik denk dat je dan een happier planet hebt. En dat zie ik nog niet en dat vind ik jammer. En daar wil ik me altijd wel voor blijven inzetten. Dat is mijn passie dus eigenlijk ook. Hè? Want als je dan gaat over techneuten, je praat over techniek, je vader is ingenieur. Er zijn heel vaak mensen die vragen van ja, maar we zijn toch bezig zeg maar, om steeds beter, van alles nog wat, beter en betere wereld en zo en zo. Maar dat is gewoon eigenlijk niet waar. Als je er heel goed naar kijkt, dan wordt de rijkdom steeds oneerlijker verdeeld. De problemen nemen eigenlijk alleen maar toe. En we lossen dus eigenlijk niks op. En mijn passie was, en dat was ook het gesprek met die studenten die ik een aantal jaren geleden had, van waarom wil je daar dan toch mee naar buiten komen, terwijl je weet dat het weerstand oplevert, is gewoon omdat die technologie zichtbaar aanwezig is. He, dus er zijn ongelooflijk veel mensen die niet alleen met hun ogen, soms met meerdere ogen, meer dan 2 bedoel ik, maar ook met radar of andere systemen van waarneming, dingen dus zien die gewoon volgens onze huidige technologie niet kunnen. Zoals? En, nou ja, met 20.000 km per uur door de damkring heen bewegen.
En dan zeg maar boven, hè, dus iemand die spreekt mij dan aan. En nogmaals, het zijn anekdotes hoor, maar ze passen allemaal in een heel groot plaatje. Iemand die spreekt je dan, nou ja meneer Vermeer, ik heb gewerkt op een ondergrondse NATO-basis. En ik wil graag met u praten. Nou ja, dan denk ik altijd, nou dat is interessant, dat wil ik wel horen. En die dan zegt van, nou ja goed, wij moesten dus het hele Europese luchtruim in de gaten houden. En dan praat je echt over 10 jaar geleden of zo. Dat is dus met meerdere radarstations over heel Europa. En dan kwam er boven Noorwegen een object binnen, door de Damkring. Met 15.000 km per uur. En die ging boven de Pyreneeën en maakte een haakse bocht met diezelfde snelheid. En vloog het gebied uit boven Turkije. En dan moesten we dat altijd rapporteren. En dan werden zeg maar de banden, dat wordt allemaal 24 uur per dag wordt dat bewaard. En dat wordt ook allemaal opgeslagen. En dan werden de banden 2 uur later werden opgehaald. En die kwamen ook nooit meer terug in het systeem. Dus die verdwenen dan gewoon. Denk, nou, dat is in ieder geval spannend. Hè. Dan wil ik wel snappen hoe dat dan werkt. En kennelijk vinden anderen dat ook spannend, want anders hoef je die banden niet op te halen. Dus nou, van het ene kom je op het ander. En dat is technologie die wij op dit moment nogmaals niet begrijpen, niet beheersen. En dat zijn UFO's? Ja, zolang we niet weten wat het is, blijft het een ongeïdentificeerd vliegend object. En nou, dat is dan interessant voor de wetenschap, want als iets nog niet geïdentificeerd is, maar het bestaat wel, want dat kun je waarnemen. Nou, dan moet je willen snappen wat het is en hoe dat eruit ziet en wat het allemaal kan enzovoort. Nou, dan duik je daar dus in uit je nieuwsgierigheid, misschien zelfs wel vanuit een hele naïeve onschuldigheid. Hè? Van, oh, dat, ik wil dat snappen, ik wil het begrijpen. En dan kom je dus in allerlei hoeken en gaten waar ook weerstand zit en waar geheimhouding zit. En dan kom je bij complottheorieën en samenzweringen en toestanden enzovoort. En dan wordt het heel ongemakkelijk, maar niet minder relevant. Maar ja, voor een techneut toch nog steeds interessant om te snappen. Maar ik vraag me toch af, want ik heb ook wel eens een paar keer gehad dat iemand zei, ik zag iets raars of weet je wel, YouTube-filmpjes of whatever. Ja, maar ja. Het is echt totaal niet dat ik dan denk, oh, ik ga hier gewoon even heel veel tijd in besteden nee. En uitzoeken wat het dan is. Nee. Want dat is ook je goed recht, dat mag, dat is oké. Ja, ik bedoel, voor jullie ook goed om het wel te doen, dat is top. Maar waar is dan het moment dat je besluit, ik ga hier echt werk van maken? Want dat is een goede vraag. Je weet ook wat er op het spel staat. Dan speel ik even door naar Okay. Nou, ik kan het uit jouw vakgebied nog beter begrijpen, omdat er natuurlijk studenten van jou waren die aan jou vroegen, meneer Vermeer, wat is dit? Kunt u dit verklaren? Kunt u dit? En dat jij op een gegeven moment ook zoiets had van, ja, de bewijzen zijn zo echt, lijken in ieder geval zo echt, dat ik in ieder geval onderzoek naar moet doen. Ja. En dus ik denk dat dat wel een ding is. Want ja, Koense studenten die kunnen een vliegtuigmotor in elkaar zetten. En de beste en het snelste. Maar ik denk dat ze liever met anti-zwaartekracht en vrije energie aan de gang gaan. Bedoel ik. Kijk, de weerstand zit ook nooit bij studenten. Die vinden het fantastisch. Die denken, nou, liever vandaag dan morgen. Dus daar zit het hem niet in. Dus, het moment... Maar bij jezelf? Want ben je zelf niet bang dat je er iets mee dan op het spel zet? Ja, dat is wel een risico wat je loopt. Dat is wel een moment waarop je denkt van nou. Maar nogmaals, en daar sluit ik aan bij wat Frans zegt. Ik zie dat deze planeet nog niet helemaal op orde is. Hè? Dus ik kom uit de jaren 60. En ik laat er straks nog wat plaatjes van zien. Maar in de jaren 60 was er armoede, er was hongersnood, Biafra-kindjes en noem maar op. Oorlogen overal in het Midden-Oosten, waar dan ook. Mijn ouders die hadden de oorlog meegemaakt, mijn grootouders, noem maar op. En wij hadden het idee, jaren 60, heet trouwens de generatie niks waar ik bij hoor, dat is ook al zo optimistisch. Maar die generatie die zag dat zitten, die ging er een betere wereld van maken. En als ik nu heel eerlijk ben, vanavond gaat niet over doen, denk ik, ik ben heel positief. Maar als je echt kijkt naar het nieuws en wat er allemaal gebeurt, de onzekerheid, de chaos en het feit dat we heel veel dingen nog niet hebben opgelost. In mijn vak, ik ben natuurlijk heel lang studium generalist geweest en ongelooflijk veel mensen ontmoet. Waaronder, nou, noem eens iemand, Jan Pronk, jarenlang PvdA-minister geweest van ontwikkelingssamenwerking. Die mag je dan uitnodigen, daar praat je mee, daar zit je mee aan de koffie, aan de borrel. En die zegt gewoon eerlijk, ja, heel dat ontwikkelingsbeleid van zoveel geld naar ontwikkelingslanden is mislukt, punt. En ik denk, nou, ik ben blij dat jij het eerlijk zegt, want iedereen weet het wel. Maar kennelijk op de een of andere manier zo'n cognitieve dissonantie, we gaan het weer. Maar dan is de vraag, zei hij dit alleen bij de borrel of ook tijdens de lezing? Ook nog, nou, hij zei het ook tijdens de lezing. Okay. Hij wel. Er zijn er een paar die dat echt eerlijk durven zeggen. Ja. Maar de meesten schuiven gewoon weer in de carousel en die denken, nou, dat zal wel waar zijn. Als ik kan 100 miljoen uitdelen, waarom zou ik het niet doen? Dus dat is mijn passie ook. Ik zie dat die wereld niet veranderd wordt. En dan zijn de technisch grootste uitdagingen zijn energievoorziening, dus alle fossiel tot en met kernenergie, dat is wat heel vervuilend is voor deze planeet. En je ziet transport, want we willen de hele dag overal naartoe. En liefst voor tientje met het vliegtuig naar, noem eens wat, Benidorm of Marbella of zo. Ja, graag.
Ja, precies. Ja. Ja, je moet daar vaak optreden ook. Hè? Ja, heel vaak, ja. Met EasyJet. Dus dat kan eigenlijk niet, maar er gaat weer zoveel kuub aan brandstof doorheen. En dat lossen wij dus niet op. Dat lossen we pas op als we dus die andere technologie gaan ontwikkelen. Waarvan we zien dat die er al is. En over technologie die er echt al is gesproken. Ik weet of ik abracadabra ga spreken voor de zaal, maar er is een Amerikaanse zanger. Zijn naam is Akon. Heb je dat van hem gehoord? Liedjes als Akon? Ja, ja, van Sexy Bitch. Dat is een van zijn grootste hits met David Guetta, om wat te noemen. Kijk. Nou, man is schathemeltje rijk geworden in de muziekindustrie. Heeft hartstikke goed gedaan. En is de laatste jaren bezig met zonne-energie in Afrika. En hij heeft in de afgelopen 5 jaar, volgens mij, heeft hij ervoor gezorgd dat 600 miljoen Afrikanen nu een klein zonnepaneeltje hebben en een beetje stroom. Al is het genoeg om 's avonds een boek te lezen. Of al is het genoeg om een klein koelkastje te hebben om je medicijnen in te bewaren. Whatever je de energie voor gebruikt is, tot daar, hè, moet je zelf weten. Als ik dan hoor dat er een Amerikaanse entertainer is, ik heb hem hoog zitten, ik vind zijn muziek tof en ik weet dat ik hem 1 keer ontmoet. En het was een hartstikke ontzettend aardige kerel. Maar als we hem dan nodig hebben om 600 miljoen Afrikanen van solar power te voorzien, dan denk ik echt bij mezelf, wat de fuck hebben al die andere initiatieven en organisaties dan in hemelsnaam wel gedaan de laatste jaren? En dan kan je ze bijna allemaal opnoemen. Ik bedoel, ze zijn echt niet allemaal slecht, maar ik heb nu echt wel een standaard mailtje voor alles wat zeg maar richting goede doelen neigt naar die kant. Zeg ik gewoon, ja jongens, maar Akon. Dat is mijn antwoord op hun allemaal. Ik doe niks voor War Child, niks voor UNICEF, omdat ik gewoon echt, het is een grote gebakken luchtmachine. Nou, je ziet vandaag ook, gisteren een weer zo'n nu.nl bericht waarbij geld wordt gevraagd op Giro 555 voor kinderen in Jemen die gewoon ondervoed zijn. Nou is daar een hele verschrikkelijke oorlog aan de gang. Daar begint het al mee. Nou, het is niet zo raar dat mensen op de vlucht slaan en dus geen eten hebben. Maar weer worden wij gevraagd om daaraan bij te dragen. Terwijl je ziet in het andere bericht, 1 pagina verder, zie je dat de wapenverkopen weer zijn gestegen in 2016 tot ongekende hoogte. En los daarvan, wie voert die oorlog in Jemen? Dat is onze bondgenoot. Ja. We dwalen nu een beetje af. Ja, we dwalen af. Nou ja, want ik was nog heel veel bij die UFO. Oh ja. Sorry, ik weet niet of iedereen daar nog bij is, maar ik in ieder geval wel. Ik wilde in ieder geval heel veel vragen. Op welke manier zijn jullie überhaupt bezig om uit te zoeken wat die UFO's precies zijn? Waar die dan vandaan komen? Ik bedoel, zover ik weet bestaan ze niet per se. Ik wil wel heel graag weten wat het dan in ieder geval is. Ja, ja. Volgens jullie. Ja, ik vind het... Ik vind asociaal om te denken dat wij de enige in dit universum zijn. Dat is een beetje raar. Om te denken dat wij het enige levende organisme zijn dat het tot in de vesten in Delft hebben gezet. Maar hebben we dan nu over... Dat kan gewoon niet. Nou ja, oké. Maar hebben we het dan nu over intelligent buitenaards leven? Ja, nou, dan ga je ervan uit dat wij intelligent zijn? Of, ja. Ja, dat weet ik ook niet. Nou ja, dat ik ga daar wel. Nou ja. Nou, er is een week geleden was er een bericht van NASA. Er werd aangekondigd, zeer mysterieus, van NASA gaat een persconferentie geven, wordt bijzonder nieuws gelanceerd. Ik weet niet of je dat meegekregen, maar dan denk je, nou gaat het komen. Hè. Vooral wij denken dan van, nou, we zijn geland. De aankondiging van elk bericht wat NASA ooit uit heeft gegooid. Nou, wat blijkt, ze zijn nu in staat om bij een ster op 40 lichtjaren van ons vandaan, blijkt dat daar 7 exoplaneten, planeten, aardeachtige planeten wordt het dan genoemd, die zijn daar ontdekt. Nou, daar kan ik van zeggen, dat is heel knap dat we dat kunnen zien. Dat is absoluut zo. Dat we dat kunnen zien is al heel knap. Dat is de state of the art van de techniek op dit moment. Maar het moet dan altijd aardeachtig zijn. En als je dan aan sterrenkundigen vraagt van, nou, wat verwacht je daar dan van? Dan denken ze dat daar misschien wel bacteriën op kunnen zijn ontdekt. Nou, en dan zit je in zo'n praatprogramma en dan wordt er dan over gedelibereerd. En ik zat in de voorbereiding daarvan en dan zegt een sterrenkundige ja. En als we dat gaan uitrekenen, duurt het een paar 100.000 jaar voordat wij daar naartoe kunnen gaan. En toen zei ik nog, dat weet ik dan uit andere bronnen, van bijvoorbeeld CIA-mensen die op hun sterfbed vertellen wat ze allemaal gedaan hebben, hun leven in ondergrondse basis in Amerika. Dan blijkt dat geen 100.000 jaren te duren, maar gewoon 30 minuten. En dat breng je dan in en dan zitten ze echt zo te kijken, nou, jij bent van een andere planeet. Ja. Echt letterlijk. Maar dan is het gewoon, nou, onderzoek het. Kijk naar je documenten, kijk naar getuigen die daarover praten. En dan blijkt dat er... Want de vraag is natuurlijk, van wij kunnen daar niet naartoe. Dat is waar.
in de huidige technologie kunnen wij niet naar een andere planeet, bij een andere ster. Maar dat is heel raar om te denken dat zij dat niet wel kunnen naar ons toe. Dus dat zal hier komen. Dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Dat is toch ik denk niet dat, we in de basis zijn we eigenlijk gewoon nieuwsgierig, jaloers en ongeduldig. Denk ik. Ja. Ja. Dus jij wil eigenlijk zeggen dat ze dus hier al heel lang komen? Nou, ik zeg dat niet met 100% zekerheid, maar alle getuigen, nogmaals, al die zeer goed ingevoerde mensen, ik noem het altijd professionele waarnemers, die echt met risico voor hun eigen beroep, hun eigen geheimhoudingsplicht die ze hebben getekend, al 70 jaar naar buiten komen met de meest bizarre verhalen. En die letterlijk gewoon zeggen, ja, ze zijn hier al. Ze houden in UFO's? Ja, nou ja, in toestellen die de technologie van de huidige planeet hier in ieder geval ver te boven gaan. Oké, waarom zien we ze dan nooit? Nou, ze worden heel veel gezien. Ze worden heel veel gezien, alleen niet door iedereen. En er wordt inderdaad gezegd van, ja, waarom landen ze dan niet op het terrein van het Witte Huis? Take me to your leader. Nou, dus de vraag is dan, wie is onze leader? Dat is ook een hele belangrijke vraag op dit moment. Dan kom je dus in de speculatieve zin, waar ook best wel veel over bekend is, maar dan hoor je dus dat ze dat überhaupt niet mogen. Ze zijn hier niet om in één keer onze planeet over te nemen. Ze zijn hier ook niet om iedereen de stuip op het lijf te jagen. Vergis je niet, wij denken collectief dat het niet kan, dat het onmogelijk is dat buitenaardse er misschien wel zijn, maar niet hier kunnen komen. Dus ze mogen zich dat ook niet zomaar in één keer laten zien. Dus dat is eigenlijk de reden waarom. Maar echt, ik geef echt minstens 1 of 2 keer per week een lezing erover. Om even in te haken op die angst. Ik kan me nog herinneren, ik denk dat het 12, 13 geleden was. Ik was voor tv-opnames in IJsland. En ik weet niet of je wel eens in IJsland bent geweest, maar het is best wel een ongure plekje. Dus ik lag daar in een hotel en toen kreeg ik van een vriend van mij een documentaire doorgemaild. Volgens mij is het the biggest story of the biggest secret ever denied. Nou, een 2 uur durende aan elkaar geknipte document met de meest bizarre UFO-waarnemingen van de laatste 10 jaar. Het was aardig aan elkaar gepraat, het was niet, kon niet rechtstreeks op tv, maar het zat in ieder geval goed in elkaar. En ik lag daar in het koude IJsland in mijn eentje in mijn bed die film te kijken en ik was daarna echt doodsbang. Verklaart wel een hoop. Nou, om aan te geven dat ik snap wel aan de ene kant dat als je... Waar was je precies heel bang voor? Dat weet ik niet, maar ik ben normaal gesproken best wel een vaste slaper. Maar ik weet dat ik die nacht letterlijk geen oog meer dicht heb gedaan. Ik was zo geschokt van alle dingen die ik had gezien. Dus ik kan me best voorstellen dat als je... En we hebben natuurlijk Hollywoodfilms vanaf dat we klein zijn om ons de nodige angst in te boezemen. Want als de aliens komen in Independence Day, dan kijken we altijd naar Will Smith om ons te redden. Maar de aliens komen nooit knuffelen, weet je. Dat zie je ze nooit doen. Ze komen altijd dood, verderf en ze komen altijd de planeet leegzuigen, weet je wel. Dan denk ik van ja. Vooral dat laatste. Ja. Dus dat. Ja. En misschien mede daardoor. Ik vind dat we de tegenvraag moeten stellen. Waar ben jij er bang voor? Voor aliens? Ja. dit was niet de afspraak. Nee, maar ja. Ja. Nee. Nee, waarom niet? Goed. omdat ik niet per se geloof dat aliens bestaan. Of tenminste, ik weet het niet, maar ik heb er niet zo heel veel last van op dit moment. Okay. Ik ben er ook niet heel bang. Nou, dat is prettig. Dat is prettig. Ja, moeten wij daar nog wat aan doen vanavond? Nee, daar gaan wij er last mee krijgen. Ja. Maar ja, het is niet helemaal eerlijk, want we zouden jou wel even vragen. Je bent wel in dit hele dossier gedoken. Dat klopt, ik zit hier natuurlijk niet zomaar. Nee, niet zomaar. Nee, dat is waar. Ik moet haar toch even voorstellen, dames en heren. Eva heeft ons geïnterviewd een paar maanden geleden, heel uitgebreid. Want zij is de studente van de Filmacademie in Amsterdam. En zij maakt nu op dit moment een docu over buitenaards leven. Ja. En mensen die daar op de een of andere manier mee bezig zijn. Ja, dat wil mee de dorpsgek. En waarom ben jij... Ja, precies. Ja, ja. Dat is niet waar. Waarom ben jij daarmee gekomen met dat onderwerp? Want dat was jouw onderwerp. Dat klopt. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar een vriendje van mij die had een met stoepkrijt getekende muurtekening op Amsterdam Centraal gezien. Met van een alien met daaronder de tekst Aliens zijn echt. En belde mij toen heel blij op dat we daar iets mee moesten doen. Wat ik niet heel goed begreep. Maar toen hij dat ook heel blij op Facebook postte, kreeg er allemaal reacties op van mensen die diezelfde tekening ergens anders in Amsterdam zagen. En kwamen er dus achter dat dat een soort ding was in Amsterdam.
En toen wilden we eigenlijk achterhalen wat de boodschap was van de maker van die stoepkrijttekening. En dat bleek best wel een heel ding te zijn, want toen zijn we eigenlijk allemaal verschillende instanties en disciplines gaan spreken die bezig zijn met de zoektocht naar buitenaards leven. En bleek dat het gewoon een best wel groot fenomeen is binnen, in ieder geval Nederland. Dat is dan wat ik wist. Als je daar induikt, is het heel groot. Ja, ja. En ik ben daar best wel niet echt mee bezig. Even, tenminste, ik vond het gewoon ook oninteressant, eerlijk gezegd. En toen ik... Sorry. Dat is een avond van eerlijkheid vanavond gewoon. Maar toen ik er mee bezig was, vond ik het vooral heel interessant hoe mensen hun leven wijden aan het zoeken naar een antwoord op een vraag waarvan ik denk dat je daar nooit een antwoord op zal krijgen. Toch de dorpsgek. Ja. En toch misschien dat ze wel een beetje de dorpsgek. Maar ik bedoel, ik ben er nu inmiddels dus wel echt mee bezig. Ja. Maar zeg maar, in jouw smaak van die film, wat is dan het meest tastbare bewijs geweest wat jij zelf hebt gevonden of wat jullie met z'n allen hebben ontdekt? Of is dat er überhaupt niet geweest? Nou, er moet duidelijk zijn dat ik nooit op zoek ben gegaan naar een antwoord of buitenaards leven wel of niet bestaat. Hmm. En daarbij vind ik dat het fenomeen buitenaards leven wel binnen onze maatschappij bestaat. Ja. Of het nou echt bestaat of niet, snap je? Ja, als fenomeen. Als fenomeen. Dat is al iets waar ik heel erg achter ben gekomen. Zeg je dan van, nou, je kijkt nu meer naar de lucht. Ja, kijk misschien meer naar de lucht, maar ik verwacht niet per se dat ik nu een UFO zie. Maar ik ben er wel, ik ben me heel erg bewust van dat de zoektocht naar buitenaards leven veel meer zegt is dan alleen een zoektocht naar buitenaards leven, maar ook een zoektocht naar onszelf. Ja, en naar de waar wij staan in het universum is vooralsnog nog niet verboden. Nee. Dus dat mag dus geniet er nog leuk. Even van ook zolang het. Ja, ja. Mag ik een vraag aan, mag ik heel klein beetje zaallicht, heel eventjes even voor een kleine enquête. Dat was ik niet gewild. Wie gelooft er allemaal hier in de zaal in buitenaards leven, handen in de lucht? Oké. Okay. Meer dan gemiddeld. Meer dan gemiddeld. Ja, oké, handen naar beneden, handen naar beneden, alsjeblieft, handen naar beneden. Wie gelooft er op dit moment nog absoluut niet? Goed antwoord. Ja, die gaan er nu uit. Nee. We hebben hier natuurlijk wel echt een heel vooringenomen. Maar ik wil ook graag weten, wie heeft wel eens naar zijn of haar mening een UFO gezien. Dat is ook redelijk veel. Redelijk worden heel veel verhalen naar de pauze zie ik, want die willen we allemaal horen. Straks in de foyer nog even met z'n allen. Ja. Oh, dat is wel interessant. Ja, er zijn ook een paar buitenaards onder ons, maar we zeggen niet wie het zijn. Ze ruiken anders, niet per se minder lekker, maar gewoon anders. Ja, het is goed zo, ja. Maar Ik heb nu een andere slide opgegeven. Heel veel mensen die ik tegenkom, die komen altijd met het verhaal van, oh ja, ik heb dat boek gelezen van Erik van Deningen. Ja. Wil ik bijzeggen dat toen dit boek uitkwam van hem, werd hij zelf, dus ook echt vooral ook in de pers, werd echt voor gek verklaard. Ja. En werd met de grond gelijk gemaakt. En inmiddels heeft hij bijna net zoveel boeken verkocht als Harry Potter. Oh, serieus? Ja, het gaat richting... dat gaat echt wel... Miljoenen. Ja, miljoenen. Ja. Ja. Nou, en het gekke is dat in die tijd, praat je volgens mij jaren 70, was het heel normaal om er wel over te praten. Dat was echt gewoon helemaal prima als je daarover sprak. Op dit moment is het gewoon echt een taboe. Ik weet niet of je dat ook hebt ontdekt, maar het is echt heel lastig om daar wel gewoon echt serieus over aandacht voor te vragen. Daarom zijn we ook blij dat jullie hier allemaal zijn. Blijf wel even voorklappen voor jullie in dit geval. Dat vinden we heel fijn, want anders zaten we hier met z'n drieën. Ja, het was ook gezellig, maar toch anders. Maar waar denk je dat dat door komt? Dat er zo'n taboe ligt op zo'n best wel toegankelijk onderwerp? Ja, nou, dat is ook iets wat ik niet helemaal begrijp, eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat... Er is veel angst, sowieso. Dat is een heel belangrijke. Voor? Ja. Ik denk voor heel veel wat onbekend is. Ja. Is er angst. En angst is... Maar voor degene die erin geloven, is het toch niet onbekend? Dat is waar. Ik denk ook dat de mensen die er wel in geloven en wel meer openstaan voor dit soort dingen, die zullen ook niet zo vastzitten in wat de rest denkt. Nee, maar het is binnen de wetenschap wel echt een taboe. Dus het is eigenlijk politiek incorrect om hierover te praten. Ah, en binnen de popmuziek trouwens ook. Ja? Ja. Dat is, dat heb je echt gemerkt. Dus ik merk dat mensen individueel... In zeg maar bedekte termen kan je het over alles hebben, maar recht toe recht aan.
als je het heel direct maakt, dan gaan er waarschijnlijk meer deuren dicht dan open. Ja. Dus er is een politiek correct klimaat. Nou, ik praat ook wel over Nederland en het Westen in het algemeen, hoor. Als je kijkt naar Latijns-Amerikaanse landen, China bijvoorbeeld. In China is er een leerstoel over buitenaards leven, inclusief alle UFO's en dergelijke. Dus er zijn andere klimaten daarvoor. Maar in Nederland is het echt een taboe, ook wetenschappelijk, omdat de politieke correctheid is enorm toegenomen. Waarbij alles wat je doet en wetenschappelijk wil, zeg maar, je in wil verdiepen of in nieuwsgierig naar bent, dat moet heel erg binnen de stramine passen. En anders dan lig je er bijna uit. Terwijl dat eigenlijk, dit is het mooiste verhaal. Stel je nou eens voor dat dit waar is en dat we binnen een paar jaar echt contact hebben met buitenaards. Dit is toch echt het nieuws van de eeuw. Maar Koen, als dat echt zo is, waarom is het dan zo'n taboe? Ja, dat is een goede vraag. Dus misschien wel de beste vraag. Ja. Ik weet niet of we daar... In ieder geval of we daar antwoord op kunnen geven. Laat staan het niet. Je hebt hier de verkeerde mensen aan tafel om die vraag te beantwoorden. Maar... Ik kan misschien beantwoorden. Ja? Ja. Oh, ja. Nou ja, weet ik niet. Maar ik bedoel... zeg maar, voor mij was het natuurlijk in eerste instantie ook een taboe. Omdat het gewoon in mijn ogen echt toen, nu niet meer, maar klinkklare onzin was. Ja. Omdat, weet je wel, we hebben nul bewijs. Nee, is niet waar. Heel veel bewijs. Oké, maar wacht even. We hebben dus YouTube-filmpjes. Onder andere. Met bollen die bollen, langs vliegen. Zullen we er eentje bekijken? Ja, dat lijkt me leuk. Zijn de recente filmpjes. Nou ja, recent. Links is recent. Dat zijn UFO's die voorbij het International Space Station voorbij komen. Zoals u weet hebben we een ruimtestation rond de aarde. Vliegen of zweven eigenlijk. Nou ja. Vallen is de beste term. En daar zitten camera's op die overigens niet van HD-kwaliteit zijn. Daar worden behoorlijk over gespeculeerd waarom dat niet zo is. Ook best vreemd. Best vreemd, want het zou toch makkelijk zijn om daar een mooi cameraatje weg te hangen. En die worden stevast weggedraaid op het moment dat er iets op te zien is wat niet helemaal kan kloppen met de huidige paradigma's. En rechts is een filmpje van een UFO boven Jeruzalem, het allerheiligste van Jeruzalem. In 2010. En dat vind ik persoonlijk een heel erg sterk filmpje. Omdat het geschoten is vanuit verschillende richtingen. Ja. Als je daarop googelt. We laten er nu maar eentje zien. Maar als je daarop googelt zie je 4 of 5 verschillende filmpjes van hetzelfde van dezelfde UFO. En die zijn heel snel naar elkaar al gepost. En dan weet je, dat is heel lastig om daar mee te sjoemelen. In 2010 overigens is de videocamera's voor thuisgebruik natuurlijk ook al een stuk minder dan tegenwoordig. Laten we eens even gaan kijken van de bollen bij het International Space Station. Het is een vaste camera, dus die staat op een deel van het ruimtestation en dan zie je de eerste bol voorbij komen. Dan is er nog niks aan de hand. Maar in principe kan daar niet zomaar iets voorbij komen. En zeker niet als het er meerdere zijn en tegelijkertijd. En je ziet inderdaad dat het dezelfde kwaliteit is als de camerabeelden van uw parkeergarage. Ja, ja. Ja. Wat vreemd is voor een space station. Dat is 2017, ja. Ja, wat ja. Enkele... Nou, dat zien ze dus in het ruimtevaartcentrum dus ook. En... ja, ik denk dan dat er iemand wel op een gegeven moment aan de knoppen zit en dan wordt het weggedraaid. Maar goed, dit is denk ik voldoende voor dit, want dat watch again, dat mag u zelf thuis doen. Dan gaan we naar het volgende filmpje. En dat is dus in 2010, wordt er een licht gezien boven de Tempelberg. De Tempelberg. Je ziet het is een fors apparaat, orde grootte 10, 15 meter. Geeft heel erg fel licht. 2010, hè? Dus de drones die we toen hadden waren absoluut van minder kwaliteit. Die waren nog niet te koop bij de mediamarkt. Nee. 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 Dan zie je een enorme flits en dan gaat het ding omhoog. Want er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, dat was een drone. Kun je hem nog één keer laten zien? Even opnieuw opstarten. Dan zie je nu wat bolletjes zeg maar in de lucht. Er waren dus een paar collega-bolletjes die daar ook waren. Zijn dat ook? Ja, dat waren ook. Nou, dat zijn dus echt UFO's, want we weten niet wat het is. Maar dit zie je dus, het is duidelijk. Nou ja, het hangt stil, het maakte geen geluid. Mensen die ter plekke waren, hoorden dus niks. Zagen alleen heel fel licht. En let op hoe snel dat apparaat omhoog gaat. En dat tart alle wetten van de natuurkunde. Want als het massa is, dan heeft het dus traagheid. En dan kan het niet zo snel naar boven gaan. Dat kan niet. Wat grappig is dat Koen ziet dit weer, zeg maar, door de natuurkundewetten bril, zeg maar. Ja. Ik luister heel erg naar de opwinding in de stemmen van de mensen. Oh ja. En je hebt dus 4 filmpjes. Er is er ook eentje van Amerikaanse toeristen.
En nog een paar mensen. En als je die filmpjes kijkt, synchroon naast elkaar leggen, dat je op hetzelfde moment zie je dat ding omhoog gaan. En je voelt gewoon bijna dat zo'n reactie, ja, ik zou dat niet kunnen spelen. Als je zo reageert, dan is het vaak omdat je je echt zo voelt en dat het echt is wat er gebeurt. Ja. En ja, ik vond het wel bijzonder. Ook omdat ik ben één keer in Jeruzalem geweest. Jeruzalem is helemaal niet een stad met heel veel hoge gebouwen. Het is wel laag allemaal, een beetje een dingetje. Dus het is, en die Tempelberg is echt het epicentrum van alles. Alles is wel daar naartoe gericht, zeg maar. Dus het is, en ja, het is natuurlijk ook tevens een plek waar op aarde ook al jarenlang heftig om wordt gevochten. In principe tot de dag van vandaag wordt er een hoop bloed verspild. En het is voor alle wereldreligies is het een vrij heilige plek. Dus het is bijzonder dat er daar zoiets te zien is. En we hebben het eerder ook over gehad van ja, kan het dan niet een of andere CGI-achtige affaire zijn? Een soort laser-lichtshow. Maar onze mening is dat dit toch net iets te mooi en iets te snel is. En dat het net iets te lang geleden is. Maar misschien denken jullie daar anders over. Ik weet niet. Ja. Kijk, het maakt ook niet uit. Hè? Ik bedoel, er zijn heel veel filmpjes op internet. En natuurlijk, als je het aan mijn opa had gevraagd, die had nu, vanaf nu in UFO's geloofd. Overigens, mijn opa geloofde niet dat we naar de maan zijn geweest, maar dat komen we direct nog op terug. Maar tegenwoordig zeggen jongeren heel makkelijk van, oh, maar geef me even een paar uur en ik maak zo'n filmpje. Dus het is heel lastig. Maar er zijn tijden geweest, jaren 50 en 60, dat er foto's werden gemaakt, ook van buitenaard, tenminste van UFO's, die door de geheime diensten en door het leger geauthenticiseerd werden. Want dat was hun vak. Zij moesten dus foto's kunnen bestuderen en bepalen of iets werkelijk daarop te zien was. Of maar het zijn wel, zover ik weet, altijd vage foto's geweest. Waardoor de discussie ontstaat, is dit gemaakt of niet, toch? Nee, dat is niet altijd vaag. Soms is het vaag, vaak is het misschien vaag, maar er zijn hele scherpe foto's, heel scherpe filmpjes ook van. Maar de huidige generatie is er absoluut niet van overtuigd, automatisch, dat het zoiets is. Daarom ga ik heel vaak terug naar die getuigen. Nogmaals, als jij admiraal bent of piloot of astronaut, heb je helemaal geen behoefte om ze te vertellen, joh, ik kom net van een missie af en ik heb een UFO gezien. Dat is meestal suïcidaal voor je carrière. Dus als je er al mee naar buiten komt, dan heb je dat A, heel diep zitten. En dat is ook wat de meeste mensen die nu voor ervaring hebben gehad. En ik ken ook, er zitten ook mensen in de zaal die ik ken, die hebben zelf objecten gezien. En het is niet dat je onmiddellijk naar je camera grijpt, want meestal vergeet je dat gewoon. Je bent helemaal into wat je ziet. En soms zo indrukwekkend dat je dat ook heel je leven niet meer vergeet. Hebben jullie zelf al eens een UFO gezien? Ik ga elke avond naakt in mijn tuin staan. Dacht dat ik ontvoerd word, maar dat is helaas nog nooit gebeurd. Ja, ik denk helemaal niet. Wel belangrijk. Ik heb helaas nog nooit wat gezien. Ik wil graag, maar ik heb nog nooit wat gezien. Nou, ik wel. Heel jong al, toen ik jaar of 11, 12 was, keken we in de buurt naar boven altijd. Als Skylab voorbij kwam, als het eerste ruimtelaboratorium. Er werd ook zelfs op het NOS-journaal gezegd van dan en dan komt dat ruimteschip over. En de hele buurt stond er naar te kijken. En dan hoorde je ook verderop, ja, daar komt hij, weet je wel. En dan denk je, oh, nou, dan moet ik opletten. Dat is al lang geleden, maar de hele buurt? Ja, de hele buurt. Iedereen stond dan buiten. Het was niet normaal dat er satellieten voorbij kwamen. Dat was nog echt in de begintijd. Praatje eind jaren 60, begin jaren 70. Dat is ontzettend. Ik ben heel oud nou. Ja, sorry. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, maar dus dat was wel de tijd waarin ik met vriendjes ook wel naar buiten speelde en naar boven keek. En ook wel objecten zag. Die zigzagbewegingen maakten, hoog in de lucht, dat wij naar elkaar keken van, dat kan niet. Dat wisten wij toen al, dat dat niet kon. En het is heel grappig, ik gaf laatst een lezing in de bibliotheek van Haarlem. En die jongen woont daar en die zat in de zaal toevallig, jarenlang niet gezien. Die kwam naar mij terug en die zei, Koen, weet jij nog dat wij toen in de tuin stonden bij ons en dat we naar boven keken? Ik zei, ja, dat weet ik nog. Dus hij had het ook heel zijn leven onthouden. Dus het zijn heel vaak momenten die je nooit meer vergeet. Dus, maar goed, nogmaals, dat is allemaal anekdotisch en dat is geen bewijs. Maar ik ga altijd weer terug naar die mensen die daar echt voor geleerd hebben. In de ruimte of in de lucht zitten of met apparatuur daarnaar kijken. Die gewoon verstand van zaken hebben. En dat zijn er duizenden, echt waar. Die alleen al daarover eerlijk en open willen praten. En mag ik dan als super nitwit vragen wat er in een UFO zit? Dat weten we niet. Nou, dat is niet helemaal waar. Weet jij het? Ik weet het niet. Ik denk dat er een breed scala aan mogelijkheden is. Ja. Ja. Noem eens iets. Groene mannetjes. Grijze mannetjes. Grijze mannetjes. Kan ook. Alle kleuren van de regenboog. Ja. Nee, dat is flauw. Maar ik bedoel, er zit technologie in. En er zitten mogelijk ook andere species, andere soorten zitten daarin.
Daar is natuurlijk wel over gesproken. Hè? De eerste, de meest legendarische UFO-gebeurtenis is 1947 geweest, Roswell, New Mexico. Daar heb ik nog een slide van. Een van de best belezen documenten op de site van de FBI in Amerika kun je gewoon downloaden. Staat een document, een memorandum, ik geloof uit 1902 of uit 1954. Roswell, New Mexico is niet één, maar zijn drie UFO's neergestort in de woestijn. En er zaten per UFO drie buitenaardse mannetjes in. Van ongeveer een meter hoog. Nou, wat hij zegt, die grijzen, de greys. Nou, is dat waar, is dat niet waar? Nou ja, dat zijn inmiddels zo'n paar honderd getuigen naar voren gekomen. Die dat gewoon, zeker? Ja, het lag gewoon in het veld. Het stond ook in alle kranten in de hele wereld. UFO neergestort, vliegende schotel neergestort in New Mexico. Totdat de Amerikanen zeiden van, nou ja, het is toch een weerballon geweest. En dat hebben ze tot op de dag van vandaag volgehouden. Maar hoe krijgen we het voor elkaar om zoiets geheim te houden? Dat is dus duidelijk niet gelukt. Want toen ze de wrakstukken gingen opruimen, er zijn honderden soldaten zijn daarbij betrokken geweest. Gewoon jonge jongens die in het leger zaten en die gewoon opdracht kregen om met z'n allen, met een metertje ertussen, al het materiaal te verzamelen. Want er mocht niks achterblijven. Alles moest meegenomen worden. Ja. En ik heb een aantal boeken erover gelezen. En dat zijn ook dat zijn helemaal niet van die flitsende boeken. Dat zijn ook echt meer getuigenverslag na getuigenverslag na getuigenverslag. Het is niet zozeer dat er een opbouw in zit. Er is niet ineens van, oh, gaan ze nog zoenen of niet, weet je. Dat zit er niet in. Het is echt gewoon wel... Ik snap ook niet dat jij naakt in die tuin gaat staan. Ja, nee, daar ben ik ook nog... Het beter mijn badjes aan kan houden volgende keer. Maar dat is allemaal best wel hard neergezet. En heel veel van die mensen zijn hun leven lang daarna bedreigd. Ja. Zo van, vertel hier nooit wat over tegen je buren, je kinderen, je familie. Als je dat wel doet, dan kunnen we je om het leven brengen. We kunnen je pensioen afpakken. Nou, zodra je tegen mensen gaat dreigen met het nemen van hun leven of het afpakken van hun zuurverdiende geld... Ja, dan willen mensen best wel... Maar krijg je dat echt voor elkaar, denk je? Ja. Ik denk dat je als overheid wel tegen 200-tal soldaten een heel eind kan komen. Ja. En veel van gebeurt nu nog steeds. Zeker, maar veel van die mensen die daar dus bij betrokken zijn geweest, een aantal mensen hadden gewoon vanaf het begin af aan gewoon dikke vet scheid, kan niet anders zeggen. Die zijn wel gewoon tegen alles en iedereen gaan vertellen wat ze willen. Maar dat was een klein percentage, waardoor ze altijd weer als aan de kant geschoven konden worden. En naarmate de tijd is verstreken, veel mensen kwamen, die daar toen bij betrokken waren, kwamen in de herfst van hun leven. En hadden wat dat betreft, ze hadden niet zoveel pensioen meer te verliezen. Want dat hadden ze, het leven dat hadden ze gehad en hun geld hebben ze inmiddels ook gekregen. En na hun sterfbed naderend zijn ze toch vocaler geworden tegen hun vrouw, kinderen, familieleden. Er zijn zelfs een aantal mensen die op hun sterfbed nog een notaris erbij hebben gehaald om echt zwart op wit zo officieel mogelijk hun verhaal op te tekenen. Maar ik vind het is dat niet nogal genoeg. Nou ja, voor mij persoonlijk voor wel. Mij wel. En ik hoop voor vele andere mensen ook. Maar er zijn in ieder geval heel veel mensen die met alle risico's van dien de moeite hebben genomen om dat verhaal naar buiten te brengen. Maar ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik gesproken heb met de zesde man die op de maan heeft gelopen. Edgar Mitchell. Ik heb er twee keer mee geskyped. En hij was aanwezig in 2013 bij mijn boekpresentatie, ook via Skype. Edgar Mitchell, zesde man op de maan, is uit Roswell. Kent daar iedereen. Heeft dus openlijk ook verteld in allerlei projecten, voor camera, in de pers, buitenaards voertuigen bestaan. Daar zitten buitenaardse mannetjes in. Onze regeringen weten dat, maar die vertellen dat niet. Nou is het grote probleem, ik heb hem tijdens mijn boekpresentatie over ook gevraagd, twee keer, van Edgar, wat is nou voor jou het moment geweest dat jij naar buiten kwam? Dat je dus echt, ondanks geheimhouding en druk, gewoon vertelde van, dit is wel zo. De Amerikaanse regering probeert het onder de pet te houden, maar ik ga het toch vertellen. En dan zei hij van ja, er is heel veel bewijs. Ik zei, maar wat is nou voor jou het moment? En welk bewijs was voor jou nou het allerbelangrijkste? Er was heel veel bewijs. Dus je ziet dat hij redelijk onantastbaar is, want ze gaan niet een zesde man op de maan vermoorden. Dat gaan ze niet doen. Dus hij had een bepaalde status. En vergis je niet, dat waren topmilitairen uit hun dagen. Dat waren testpiloten. Die durfde alles te doen met machines waarvan je dacht, nou, daar ga ik in geen 100 jaar nog in zitten. Dat deden zij gewoon. Daarom mochten ze ook die kant uit. Dus het waren fysiek, maar ook psychisch getrainde mensen, wisten waar het over hadden. En die kenden die hele omgeving van Roswell en mensen daar ter plekke. En die heeft gewoon jarenlang volgehouden. Nee, dat is echt zo. Nou, ik vind dat, dat vind ik wel de momenten waarop je moet zeggen, oké, als samenleving, als wetenschap, moet je dan zeggen, oké,
oké, laten we dit dan in ieder geval met elkaar in ieder geval onderzoeken. Laten we eens gewoon al die getuigen langs gaan. En ik snap dat er ook geheimhouding is. En in Amerika is heel veel geheimhouding en national security. En dat snappen we allemaal wel. En er was toen de Koude Oorlog aan de gang. Dus ze konden ook niet alle geheimen zomaar op straat leggen. Maar dat is waar Frans waarschijnlijk ook op doelt. Een boek van Philip Corso. Een van de hoge militairen die dus technologie uit die voertuigen moest. Die neergestorte UFO zat natuurlijk technologie in. Natuurlijk hebben die Amerikanen gekeken wat erin zat. Dat werd allemaal aan het bedrijfsleven gewoon gegeven. En dan praat je over integrated circuits, dus eigenlijk onze computers. Speciale soorten vezels, fiberoptica. Glasvezels. Ja, dus dat is allemaal met een step change in de jaren 50 kwam dat in één keer allemaal op de markt. Nou, dat was niet zomaar. Dat was ook mede dankzij wat we aan technologie gewoon vonden in de woestijn van New Mexico. Dus ja, zeg het maar. Maar als het alleen maar iets positiefs oplevert, waarom is het dan nog steeds een taboe? Ja, nou dan kom je dus in wat we tegenwoordig deep state noemen. Eigenlijk de macht achter de macht. Er is niks anders voor te verzinnen. Dus er zijn belangen op dit moment die zijn zo groot dat als je dit naar buiten brengt, dan verandert zeg maar alle menselijke systemen gaan dan veranderen. En dan zijn te veel mensen van afhankelijk. Maar is dit ook de reden dat zij niet zichzelf zo makkelijk laten zien? Denk mede, je? Mede. Misschien en mede. Is tevens de reden dat wij onszelf wel laten zien. Ja, dat wij geen blad voor de mond nemen. Precies. Ja. Ja. Want nou, als die systemen er inderdaad zouden kunnen zeggen, er is bij mij echt ingehamerd door mijn vader dat het allemaal beter en anders kon. En dan moet je nou voorstellen dat er echt iets zou bestaan als vrije energie. En dat je dus nooit meer met je auto naar een Shell station hoeft om vol te gooien met diesel of met benzine. Of met andere soorten dingen. En dat zou de wereld echt wel veranderen als er vrije energie zou zijn. En sommige mensen zeggen dat meneer Tesla daar al heel ver mee was. Niet Elon Musk, hè? Maar gewoon, nee. De echte meneer Tesla. Nee, ja. De original gangster meneer Tesla. Ja. En dat toen hij erachter kwam hoe je een soort van uit het niets energie kon opwekken. Ja. En hij had ook nog naar verluid door hoe je dat naar elkaar toe kon sturen. En toen vroegen zijn investeerders, ja, waar moeten we de meter dan tussen zetten? En hij zegt, ja, maar er hoeft geen meter tussen, want nee. Het is gratis voor iedereen. En zodra iets gratis is, valt er geen geld mee te verdienen. Geld is de bron van al het kwaad. Dus ja, dan, daarom was meneer Tesla er ineens niet. Mooi het? Ja, nee. Wat hij zegt. Naar verluid. Ja. Naar verluid. En ik denk, als ik dat soort verhalen hoor, dan word ik daar in de eerste instantie word ik daar best wel een beetje verdrietig van. Dan denk ik, verdomme, wat had het mooier, wat had het anders, wat had het beter kunnen zijn als dat wel zo was, zeg maar. Waarom moet in godsnaam Acorn 600 miljoen Afrikanen van solar power gaan voorzien, terwijl het allemaal al een dikke eeuw geleden bijna in kannen en kruiken was? Ja. Ik krijg dan hele grote vraagtekens en ik word dan heel, kan er best wel weemoedig van worden. Mm-hmm. Persoonlijk. Ja, denk ik. Zullen we eens kijken of is er nog een slide? Of wil je ja, zeker. Er zijn zeker een slide. Er is een vraag uit het publiek geweest van of iemand. Wil je die boog gooien? Oh ja, dit is wel een hele goede vraag. Wie is waar is Frank? Maar dit is wel nu, oké. Ja? Frank. Is Frank aanwezig? Frank. Ja, Frank die vragen stelt over de maan. Over we daar wel naartoe zijn geweest. Zeg maar ja. Oké, okay, nou die gaan we dus beantwoorden. Ik heb een paar slides gemaakt. Je ziet hier dus de Apollo 11. Dat is de eerste maanvlucht geweest, officieel. Daar zit dus Neil Armstrong in, die onlangs in 2012 is overleden. En er zijn dus mensen, en nogmaals, mijn opa geloven het al niet, maar er zijn heel veel mensen die het ook niet geloven. En er is een bekend filmpje waarbij dus iemand van de trap afkomt. En wordt ook wel gevraagd, ja, als hij dan als eerste de maan opkomt, wie maakt dan die film? En dat is ook een hele goede vraag eigenlijk. Het zou een Delftse vraag kunnen zijn, maar die mag je eigenlijk niet stellen. Maar er is ook een filmpje waarbij die dan, als hij de laatste traptreden afkomt, dat er in één keer een lamp op zijn hoofd valt. Of dat echt is, weten we natuurlijk niet. Maar goed, wat zien we hier? Dat er een astronaut bijna verdrinkt in de ruimtepark. Oh ja, dat is zo bizar. In 2013, geloof ik, kregen we het bericht te horen dat er een astronaut in zijn pak bijna verdronk. En dan moet je dus denken, hoog in de atmosfeer, hè, 305 kilometer hoogte, een astronaut maakt een ruimtewandeling. We denken dat daar vacuüm is. En dan verdrinkt bijna een astronaut in zijn pak. Dat is knap in een vacuüm. Dat is toch apart. Maar goed, ze hebben misschien met een koelsysteem of wat dan ook. En vanaf dat moment moeten ze een snorkel in stand-by hebben. Omdat ze anders niet zouden kunnen verdrinken. Maar als je daarnaar googelt, dan zie je dus hier dat ze een snorkel mee moeten nemen. Als je daar dus verder naar googelt, dan zie je dus dat astronauten, die repeteren hun vak in een hele grote watertank, schaal 1 op 1, waarbij ze ruimtewandelingen dus kunnen simuleren.
Dan denk ik, nou, dat is normaal. Dan heb je nog een beetje een situatie van gewichtloosheid en zo. Dus dat is verstandig. Dat is ook zo. Maar dan heb je natuurlijk wel een probleem. Dat als je pak lek is, dat het dan vol loopt met water. Dat snappen we allemaal. Nou, maar kunnen we even tussendoor... Ja, sorry. Je zei net dat vacuüm. Ja. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Wat is dat vacuüm en wat gebeurt er met je als je in zo'n vacuüm terechtkomt? Ja, en kan zo'n ik vind die pakken heel mooi. Ik vind ze echt, als ik ooit mee zou doen een Halloween-optocht en er was zo'n pak in mijn maat, zou ik hem graag aantrekken. Maar werkt dit echt om een menselijk lichaam te beschermen tegen een space vacuüm? Ja, ik weet het niet. Maar je hebt je twijfels. Ik heb daar mijn twijfels. Ik heb ook wel eens een filmpje gezien dat ze gingen testen in zo'n vacuüm. Wat gebeurt er met je glas water? Ja. Als dit glas zeg maar in het vacuüm zou staan, dan begint het water onmiddellijk te koken. Te koken. En te koken bij lage temperatuur. Maar dat wil zeggen dat zeg maar de omgeving dusdanig, dat heeft geen druk. Er zit geen molecuul meer in. Dus alles probeert uit dat glas zeg maar die hele ruimte te vullen. En dus gaat het borrelen en is in één keer dat glas heel erg leeg. En dat zou in feite met jou ook moeten gebeuren. Er zijn wel van die enge films, hè, als je het dan toch over hebt, dat iemand dus per ongeluk in dat vacuüm terechtkomt. En dan zie je hem, dat loopt altijd heel slecht af. Je ziet dat in de films, zie je altijd een soort van mensen instant bevriezen of zo. Maar ook ontploffen eigenlijk ook. Oké, wacht even. Sorry. Even om terug te komen op de... In films, hè? Dat is echt een mannenpraat die we allemaal gezien hebben. Ja. Daar hebben jullie mij voor. Even om terug te komen op de vraag. Ja. Zijn we op de maan? Ja, nee, oké, we moeten eventjes door. Dat is een van de dingen. Dus dat water, daar komen we direct op terug. Nou hebben we iets anders, dat heet de Van Allen gordel. En dat is een gordel, dat heeft met het magnetisch veld van de aarde te maken, waar enorme stralingslevels zijn. En daar moet je dus doorheen als je een ruimtereis wil maken. Naar de maan? Naar de maan. Want de maan is hoeveel kilometer van de aarde? Volgens mij 350.000 kilometer. 350.000. Ja, dat is net iets meer dan een seconde met het licht. Soms als je hem ziet, 's nachts, dan kan je je dat niet voorstellen. Nee, maar dan heb je ook flink gedronken en gesnoven, of niet? Nee. Nou ja, dat is maar even een vraag. Soms, maar heel vaak ook niet. En dan denk ik nog steeds, wat is die groot? Ja. Oké. Okay. Nee, sorry, dat flapte dan één keer uit. Maar, dus die van Allen gordel, die zijn gevaarlijk. Nou is het zo... dat er een jaar of twee geleden is er een filmpje gemaakt voor dit project, de Orion-project. Dat is een nieuwe... Officieel gaan we al jaren niet naar de maan, dat weten we allemaal. Dus de jaren 70 is het einde geweest van de maanreizen. In ieder geval voor de bemande maanreis in ieder geval. Dus nou is er een filmpje geweest van NASA. Daar staat een hartstikke leuke jongen die staat te vertellen hoe fantastisch dat Orion-project is. Maar die vertelt dan het volgende, dan moet je maar op googlen, dat het voor het eerst is dat we als mensheid met een bemande vlucht door die Van Allen gordel gaan. En dan denk je, hè? In de jaren 60, met de technologie waarbij de computer, zeg maar van je eerste telefoon waar je nog net een sms kunt versturen, met die technologie zijn we naar de maan geweest. Dus hoe kan het dat we dat dan nu pas voor het eerst kunnen door die gordel heen? Dus dat is heel vreemd. Vroeger was het gewoon super knap en ambachtelijk gedaan werd. Nou, wat ook niet helpt, ik zal je nog even uit de droom helpen, dat in het Leidse Museum hebben we op een gegeven moment in de jaren 70 geloof ik, heeft Willem Drees nog een maansteen gekregen. Nou, grote fantastisch. Eer. Grote eer van Amerikanen. Ja, ambassadeur van Amerika heeft onze maansteen gegeven. Hè, want die hadden we daar opgeraapt van de maan af. En die hebben ze jaren later hebben ze die eens een keer onderzocht. En wat blijkt nou? Dat blijkt een stuk gefossileerd hout te zijn. Stond echt gewoon in de krant. Was geen maansteen. Dan denk ik, nou, flink gefopt. Eigenlijk is heel raar. Dat dus helpt dus ook niet zeg maar om het idee te krijgen dat we wel naar de maan zijn geweest. Dat wil ik eigenlijk maar mee zeggen. Dit is, vind ik zelf altijd heel raar. Dit zijn de drie astronauten die de eerste maanreis hebben gemaakt. En dit was hun eerste persconferentie. En dit is een persconferentie. Dus dat zijn de helden van de wereld. Iedereen zat naar die dingen te kijken. Ik hoop dat u het verschil ziet tussen hoe wij met z'n drieën hier aan deze tafel zitten. En hoe deze heren hier... En zij hebben net iets gedaan waar de hele mensheid naar heeft gekeken. Ja. Wat ook knap was dat iedereen het live kon kijken op televisie. Zeker. Nou, quasi live. Hè? Quasi live. Ja, quasi live. Er zat een paar minuten tussen, geloof ik. Niet alleen vanwege de verbinding, maar ook omdat ze daar misschien nog... dat is weer een complot natuurlijk. Daar heb ik niet over na. Maar deze mensen zitten dus vragen te beantwoorden aan de pers. Hebben net een tickertape geprint gehad en zijn gehuldigd door de Amerikaanse president. En die zitten hier als geslagen honden zitten ze gewoon te vertellen hoe die maanreis is geweest. Het is ongelooflijk. Neil Armstrong heeft vanaf dat moment, eerste man op de maan, nooit meer een interview gegeven. Die heeft nooit meer willen praten over zijn maanreis. En die heeft ook gewoon...
alleen nog maar hele cryptische dingen gezegd over van ja, er zijn grote geheimen nog te ontdekken. En, bijna alles wat hij ooit heeft gezegd daarna is echt super cryptisch. Ja, heel cryptisch. Ja. Ja. Nou goed, dus dat helpt ook allemaal niet. En dat is dus allemaal omdat hij nooit geweest is. Nou, dat zou kunnen. Dat voedt in ieder geval die discussie. Kijk, als ik dat had geflikt, ja, persoonlijk, en gewoon eerlijk, ik zou letterlijk echt super blij zijn als ik dat ik levend terug zou zijn gekomen. En het liedje van je krijgt die lachen niet van mij, gestikking. Nee. Nou, dat zou ik dan de hele dag zingen, omdat ik zo blij zou dat we door die Van Allen belt heen zijn gegaan. We zijn op de maan geland met z'n drieën en we zijn weer teruggegaan en heel huids. En iedereen heeft ons gezien en we hebben het geflikt. We hebben een groot stuk steen mee teruggenomen en hey, we did it, weet je wel. En dat voel je geen één moment. En je moet, ik denk ook dat het belangrijk is dat je dit soort beelden ook, je moet ze niet alleen maar, denk ik, heel goed en scherp bekijken, maar je moet ik denk maar dit is wel een heel groot leugen. Dat zou een hele grote leugen. Heel groot leugen. Ja. Nou krijgen we direct nog een filmpje, en dat gaat dan over de ISS. Nogmaals, het ruimtestation wat we dus hebben. Overigens vind ik dat ook heel raar. De Amerikanen kunnen dus niet meer naar het ruimtestation. Die zijn dus nu van Russische draagraketten afhankelijk om daar te komen. Want ze hebben een hele space shuttle aan de kant gegooid. En dan zien we dus een aantal dingen op dat filmpje. Die te maken zouden kunnen hebben met belletjes die opstijgen in het water. Terwijl het toch officieel beelden zijn die geschoten zijn in de ruimte. Dat is één ding. En aan het einde van het filmpje zie je een mevrouw die in de space shuttle aan het bewegen is. En dat is daar dus 0G, dus geen zwaartekracht. Dus je zweeft daar continu. Maar dan moet je op haar haar letten. Dat komt nog een paar keer terug vandaag. Maar je moet haar haar letten. Oh, dit is wel het goede filmpje. Ja, is goed. Oh, nee. Oh, okay. Ja, nee. Hou. Oh. We gaan het hier niet over hebben. Doen we niet. Nee, zeker. Ik vind de muziek wel echt altijd fantastisch bij de filmpjes ook, hè? Ja. Ik heb hard lang over nagedacht. Ja, laten we beantwoorden de vraag. Nee, we moeten nog even door, hoor. Oh, sorry. Ja, sorry, hoor. Ja, dit is wel fantastisch. Hebben jullie deze film gezien allemaal? Een mooie film met George Clooney en Sandra Bullock. Gravity. Uiteraard worden ze verliefd en het gaat helemaal mis. Maar als je deze film ziet, vooral als je hem in de bioscoop ziet, dan heb je zo hard het gevoel dat je er zelf bij bent. En de techniek is al zo vet. Ja, dus als het gaat over een wereld die niet echt is, nou ja, dat kunnen we allemaal maken tegenwoordig. Hollywood is natuurlijk fantastisch. Alle computermethoden die we tot onze beschikking hebben, kun je alles mee faken. Ja, dus we leven ook in het post-waarheidstijdperk op dit moment. We weten dus niet meer wat waarheid is. Maar die mevrouw met het haar, die komt nog. Daar is ze. Kijk, dat het haar in gewichtloosheid zeg maar alle kanten op kan bewegen, dat is duidelijk. Maar haar zit op de miraculeuze wijze gewoon altijd hetzelfde. Koen en ik pretenderen beide niets van haar te weten, dat sowieso. Maar... Van haar? Nee, wij weten niks van haar, nee. Maar het is op zijn minst opvallend te noemen. En dit ook, weet je, dat je die t-shirt zo ziet meebuigen en dat ze allemaal ook zo'n... Ze hebben allemaal een broek aan, alsof ze naar de padvinderij gaan altijd. Nou, heb jij André Kuipers ontmoet? Ja, dat klopt. Ik werkte bij de radio. En hij werkte op de bovenste verdieping. En beneden zat Radio 538. En daar was Kuipers was daar te gast. En ik had zoiets van, ja, wauw, deze motherfucker is wel gewoon in space geweest. Ik vond het wel stoer. Ik wil hem wel ontmoeten. Maar ik durfde het zelf niet te vragen, dus ik heb iemand anders naar hem toegestuurd. Oh. Ja, ik was heel bang. Waarom weet ik eigenlijk niet. En toen kwam hij naar boven en het eerste wat ik vroeg, ik had toen net Koen zijn boek gelezen, is... heeft u het boek gelezen van Koen Vermeer? En toen zei hij ja. En ik wist van Koen dat... Koen, je hebt opgestuurd naar hem, toch?
Of gegeven? Nee, hij heeft het illegaal gekocht ergens, denk ik. Illegaal? Ja, nou ja, in ieder geval discreet. Ja. Discreet, oké, okay, ja. Nou, dus hij bevestigde dat. Mijn volgende vraag was natuurlijk, en, weet je wel. Zo van, hoe zit het volgens jou? En toen pakte hij mezelf en toen zei hij, nou, als je 90 dagen in de ruimte ziet, dan zie je vreemde dingen. En toen even zo'n kneepje erbij, weet je wel. En toen dacht ik wel van, ja, maar dit zeg je nooit als je bij de wereld draait door zit. Nee. En dat vond ik op zijn minst opvallend. Moeten we dit er nou uitknippen voor hem of niet? Nee, dat weet ik niet. Oké. Okay, nou. Kijk, hij weet het. Maar goed, als hij tegen jou zegt, dan kan je toch verwachten dat het dan... Ja, maar dit was... We waren niet... Op zijn minst in een rap we waren niet hè? Ja. We waren niet... Er waren geen camera's aan, er was geen microfoon aan. We waren niet live. Dus dat, het is altijd nog plausibel. Nee, het is heel gek. Ik zat toen André werd gelanceerd... Met de Space Shuttle was dat volgens mij toen nog. Hè? Was ik uitgenodigd bij Dit is de Dag van de EO radioprogramma. En ik zat daar en Piet Smolders. Piet is in de 70, maar is heel zijn leven ruimtevaartjournalist geweest. Voor onder andere de Telegraaf, maar ook directeur van het Planetarium in Amsterdam. En Piet heeft heel zijn leven niet geloofd in UFO's buitenaards leven. Hij vond het allemaal onzin. En Piet kwam gewoon bij Russische astronauten thuis. Ja, dus die kende die wereld. Nou. Dus die was 65 geworden en die zei tegen de Telegraaf... nou, weet je, ik ben het nou eens een beetje zat. Ik ga een boek schrijven over UFO's en dat het allemaal onzin is. En hij is er eens ingedoken en hij kwam er in no time achter dat het heel serieus was. En hij zegt, ja, ik kon geen andere kant uit. Ik heb een boek, heb ik genoemd, E.T., geen mythe, maar werkelijkheid. En vanaf dat moment is hij ook verguisd. Nou, in ieder geval, hij kon blijven werken enzovoorts. Maar die zocht mij dus op toen ik daar zelf mee naar buiten kwam. Dus we hebben elkaar een aantal keer ontmoet en verhalen uitgewisseld. En Piet zat dus ook verslag te doen van die lancering van André Kuipers. En ik zat dus, daarna kwam ik bij de Wereld Draait Door. En daar zat dan Thijs van der Brink en nog zo'n dame enzovoort. Ja, meneer Vermeeren, en u denkt dat André nog wel hele andere dingen gaat zien, hè? En ik zei, nou ja, ik zei, als hij misschien veel tijd heeft om buiten te kijken. Ik weet dat ze heel erg druk zijn, heel veel experimenten moeten doen. Ik zei, dan misschien wel. Ja, want u gelooft in UFO's. Nou, dat is EO geloven, hè? Dat is heel belangrijk. Dus ik zei, nou, ik geloof er niet in, ze bestaan gewoon. En er zijn genoeg mensen die daarover praten. En dat, die mevrouw die ernaast zat echt zo te kijken van, wat hebben we nu aan tafel gekregen? Dus, maar ja, dat wordt allemaal door de redactie voorbereid. Dus die denken, nou, dat is leuk, kunnen zij ook een leuk interview houden. En op een gegeven moment werd dus gevraagd, ja, wat vindt u dan van zo'n heel project? Ik zeg, nou, ik vind het een beetje primitief. Wat bedoelt u dan precies? Nou, zo'n raket, hè? Ik zeg, eigenlijk is rakettechnologie van, je hebt een hele grote buis, stop je kruid in. Hè, dan mannen in een pak, die gaan helemaal bovenin en dan... Zie je op een gegeven moment mensen heel hard weglopen en hebben ze net de lont aangestoken. En dan denk je, dan gaat dat, ontploft dat eigenlijk min of meer gecontroleerd. En dan gaat dat de lucht in en dan hopen ze dat het goed gaat. Zo ongeveer zei ik het. Nou, dat is natuurlijk niet echt leuk verhaal als je denkt van, nou, dat is de state of the art. Maar goed, dan ben je een paar stappen verder. Je denkt van, ja, ik heb net mensen horen zeggen dat we in 30 minuten gewoon 40 lichtjaar kunnen afleggen. En dat als je hier een UFO hebt staan en je wil weg, dan in 2 seconden ben je de damkring uit. Dus dat is een totaal andere wereld. Maar goed, dat sloot niet helemaal aan, moet ik zeggen. Maar het was wel leuk dat toen je, nou ja, toen je zeg maar buiten stond en de camera of de microfoon was uit, dat dan de redacteur van het programma naar mij toe kwam en nog een half uur doorsprak eigenlijk over wat hij allemaal wist over buitenaards leven, UFO's, en dat ze dat vreselijk interessant vonden. Maar dat kunnen ze dus niet vertellen op de radio of op de televisie. En dat is dus een soort wurggreep waar we met z'n allen in zitten, waar we in godesnaam uit moeten komen. Oké, ja. We zijn. Heb je nog een filmpje of niet? Want we gaan. Nou, we zitten namelijk op de rand van de pauze. Op de rand, ja, de pauze. Dus ik dacht, of we doen 1 hele leuke vraag uit het publiek. Ik weet niet hoe laat het is. Frank in de zaal, maar Frank moet wel even wachten tot er een microfoon is, want anders dan horen we Frank niet. Ja, wij wel, maar we kunnen de zaal nog 1 vraag doen. Ja, vind ik prima. Frank kan het roepen, want we horen het op. Ja, nee, Frank, doe Frank maar eventjes. In de tussentijd laat ik even een sheet zien dat de CIA pas 100.000 pagina's documenten zelfs heeft vrijgegeven, onder andere over UFO's buitenaards leven. Dus als je echt niks te doen hebt en je hebt zin om een paar duizend, 100.000 documenten door te spitten. Ik wacht ook altijd tot iemand dat gedaan heeft, hoor, eerlijk gezegd. En dit is dat memorandum van de FBI waar ook letterlijk gewoon in staat dat er dus 3 UFO's zijn neergestort in New Mexico. Is inmiddels een microfoon bij Frank? Nee, maar of misschien kan ik staan in de... Ja, roep maar, Frank. Ja, het is wel jammer. Oké, nou, er zijn 2 hele kleine dingetjes die ik wil aanstippen en vraag of jullie daar meer over weten. Er zijn die zogenaamde Stanley Kubrick Confessions. Oh ja. Die dan uitnaam van de Amerikaanse regering die maanlandingen
heeft gefilmd. Mm-hmm. Daar heeft hij op hoge leeftijd heeft hij daar daarover gezegd dat ze inderdaad fake waren. Ik weet niet of dat authentieke opnames zijn, misschien weten jullie dat. En dat tweede dingetje, dat is, jullie hadden het over over het ruimtevacuüm. Nou zijn er de ruimtehubbel, die heeft ooit een nieuwe bril gekregen. Er zijn heel veel reparaties aan uitgevoerd. Mensen die ruimtewandelingen hebben gemaakt bij de Hubble. Zou dat dan ook gefaked zijn? Ja, als je eenmaal het konijnenhol induikt, dan is er ook geen weg terug meer en het gaat steeds dieper. Even de vraag herhalen. Stanley Kubrick heeft natuurlijk niet alleen de film Space Odyssey 2001 gefilmd, maar later ook de film Eyes Wide Shut. En daarvan heeft hij de première niet meer meegemaakt. Hij heeft de film niet eens zelf afgemaakt, hij is overleden in het proces. Ja, ja. En die laatste was een film over de macht, achter de macht, zeg maar. En er is wel gezegd inderdaad, en dat vond ik tot nu toe nog de meest plausibele verklaring. Kijk, er was een koude oorlog, de Russen waren bezig met ruimtereizen en de Amerikanen. De Russen waren eerder, want Yuri Gagarin is natuurlijk de eerste man in de ruimte geweest. Dus daar hebben ze de Amerikanen verslagen, dat wou Kennedy en de hogere legerleiding wou dat niet nog een keer laten gebeuren. Dus zij moesten de eerste man op de maan hebben. Dat heeft Kennedy beloofd en dat moest voor het einde van de jaren 60 gebeurd zijn. Nou, dat was natuurlijk zo'n harde belofte dat ze konden daar niet op terugkomen eigenlijk. Dus dan ben je, als je aan die kant van het verhaal zit, zo ontzettend gebrand op het feit dat dat moest gebeuren. Dan hebben de Amerikanen over het algemeen geld genoeg. Maar goed, hier praat je ook echt over superieure technologie voor die tijd. En misschien zelfs nog wel voor vandaag de dag. Dat ik denk, heel lang gedacht van, ze hebben een studio gemaakt waarin ze in ieder geval de opnames zouden kunnen doen, die heel erg echt leek, en zeker in die tijd, voor als het niet gelukt zou zijn. En ik heb lang gedacht van, nou, uiteindelijk is het ze waarschijnlijk toch gelukt en hebben ze iets van beide gedaan of weet ik wat, of zijn er filmpjes gelekt ook uit de studio die dan misschien ook wel heel erg onecht zouden worden geanalyseerd later. Op dit moment, als ik je heel eerlijk ben en je zou me op de pijnbank leggen, dan zou ik zeggen, ik weet het gewoon niet meer. Ik ben zo gaan twijfelen dat ik het niet meer weet. Maar inderdaad, Kubrick zou daar dan voor gevraagd zijn om die opnames te maken in die studio. En die heeft daar later dan iets over gezegd voordat hij de pijp uitging. Ja, het zou zomaar kunnen. Het zou me niet verbazen, laat ik het zo zeggen. Er zijn toch te veel mensen, ook binnen de CIA, binnen geheime diensten, binnen het leger van Amerika, ondergrondse basis, Area 51, noem maar op, die aan het einde van hun leven nog net eventjes de whistle blowen. En op filmpjes vertellen van, nou ja goed, ik heb heel mijn leven dat moeten doen en het niet mogen zeggen. En ik zeg het nu toch, want ik vind het te belangrijk voor het nageslacht om het niet te vertellen. Ik zou dat niet raar vinden. En heb je het interview gezien? Ja, lang geleden. Ik weet niet meer hoe het er precies uitzag. Ja. En over de Hubble-telescoop? Ja. Ja. Ik vind het bijzonder dat de Hubble nog nooit een selfie van de aarde heeft gemaakt. Nou, dat is wel een punt. Maar dat mocht ik eigenlijk niet zeggen. Mag je dat niet zeggen? Nee, dat mag ik wel zeggen. Jawel. Maar dat, het is. Kijk, ik denk ook zo dat mocht de NASA inderdaad een grote theaterproductie/propagandamachine zijn, dan is het ook wel een hele grote wereldwijde zwendel natuurlijk. En zwendels gebeuren elke dag, oplichterij, et cetera. Dan moet je voorstellen hoe ontzettend veel geld die organisatie heeft gekregen. Sinds 70, 80 jaar geleden tot op de dag van vandaag. Als er inderdaad alleen maar mee gefaked is, dan zijn er ook een heel aantal mensen zijn een schathemeltje rijk geworden. Er moet iets met dat geld gebeurd zijn. En dan hebben we het niet over een paar honderd miljoen. Dan hebben we het eerder over een paar honderd miljard. Mm-hmm. Mm-hmm. Toch? Zeker, ja. Absoluut. Biertje? Is het een beetje een antwoord op je vraag? Beetje. Oké, nou, we gaan in ieder geval nu even naar de pauze. We komen straks in het tweede deel van dit stuk gaan we heel veel interactie met het publiek. Dus dan kan iedereen zich erin bemengen. Dank u. Thank you.
Hoi. Het leek mij wel verstandig om even te beginnen met de ruimte geven aan het publiek om in te haken nog op het vorige deel. Zijn er vragen uit het publiek? Even checken. Over het vorige deel? Okay. Ja. We hebben namelijk Want een bal. Want ik heb namelijk een bal. Een bal. Een vierkant. Een dobbelsteen. Een dropbox. Ja, daar zit een microfoon in. We geven hem door en dan kunt u vragen stellen. Maar ik hoop dat iedereen wel snapt wat een vraag is. Je kunt hem echt gooien. Ik kan hem echt gooien? Ja, je kan hem echt gooien. Ja, oké. Gooi maar gewoon. Ga ik hem naar u gooien, oké? Okay? Komt-ie. Hoppa! Ja. Hey, misschien is het wel fijn als je dat ding dan hebt, dat je heel even zegt wie je bent. En zo hoor je nog wat? Ja. Ja, het is praten het bij het kruisje. Het werkt. Mijn naam is Wim van der Belt, kom uit Amsterdam. Ik heb nog een vraag. Toen straks had je het verhaal maar niet helemaal afgemaakt, want je liet een stukje van die Van Ellen-gordels zien. Maar je hebt niet gezegd wat daar nou juist het probleem van is. En niet doorheen kunnen vliegen, in ieder geval de eerste laag en de tweede laag. Terwijl er sinds een aantal maanden ook een mooi verhaaltje op YouTube staat, waarbij iemand precies heeft berekend, waar of niet waar, is altijd het vraag. Dat ze de baan zo hebben gekozen dat er zo min mogelijk, dus dat zou inhouden dat ze wel degelijk naar de maan zijn gevlogen. Ik weet het antwoord ook niet hoor. En eigenlijk het zo hebben berekend dat ze zo min mogelijk door die Van Ellen Belts zijn gegaan. Ja. Maar dat is eigenlijk nog een stukje aansluitend op het verhaal wat je ja. Nee, dat is terecht, de vraag is terecht. Zoals je op het plaatje zag, misschien kan ik hem nog heel snel bij halen. Ik moet hem even aanzetten. Is dat die gordels een bepaalde vorm hebben. Kun je goed zien als je het doet bij dit plaatje. Dat je dus langs de polen bijvoorbeeld die gordels zou kunnen mijden. Alleen de lanceringen van onze raketten over het algemeen zitten allemaal op de evenaar. Of daar heel dichtbij. Dus die banen gaan hoogstwaarschijnlijk allemaal in dat vlak van de evenaar zeg maar naar omhoog. Dus dat is één ding. Dus er is ook niks van bekend dat de astronauten die naar de maan zijn geweest dat wel hebben gedaan. Het vreemde is gewoon dat NASA gewoon officieel in een promotiefilmpje voor een nieuwe raket gewoon zegt van ja, dat is nog nooit gebeurd dat we door die gordels heen konden. En er zijn heel veel mensen die dan denken van nou, maar dat is heel raar, want we zijn toch naar de maan geweest. Die straling is dermate gevaarlijk. Dat gaat niet helemaal goed. Hele grote ioniserende werking. Dus als je daar doorheen gaat, krijg je zo'n lading, straling. En daar worden berekeningen over gedaan. Ben met je eens. Ik heb ze ook gelezen. En wat is dan waar? Dat weet ik ook niet. Er is ook niemand die dat echt heel goed weet. Tenzij je misschien daar bij de NASA werkt. Hoeveel straling dat dan is. En of je dat kunt hebben als mens. Maar het feit dat er al door de NASA over wordt gesproken dat dat een issue is. Is voor heel veel mensen al een teken. Nou, ze hebben wel iets gezegd over de aantasting van de retina. Wat als eerste je een oogbeschadiging geeft. Ja. Maar dat is nog niet, by far nog niet, de hoeveelheid straling die het... Nee. En bovendien, die maanastronauten zijn allemaal relatief stokoud geworden. Ja. Dus het is ook niet dat ze allemaal bij bosjes zijn doodgevallen of zo. Ja. Maar even handje in de lucht. Wie denkt dat NASA inderdaad één of misschien wel meerdere malen naar de maan is geweest en terug? Dat is toch een minderheid eigenlijk. En wie denkt absoluut dat dat niet waar is? Ja, 50-50. Okay. Maar er is nog een andere vraag van hoeveel mensen er op de maan zijn geweest. In wat voor stadium en ook. Ja. En wanneer? Ja, er zijn een x-aantal maanverlichten. Ik geloof dat er 6 of 7 zijn geweest waarbij 2 mensen op de maan stonden, officieel. Dat is het verhaal van de Apollo. Ja. Ja, Apollo-verhaal. Kijk, luister, er zijn genoeg klokkenluiders inmiddels geweest die gezegd hebben dat er ook, wat wij dan UFO-technology noemen, is gebruikt door met name de Deep State of door geheime militaire projecten. Waardoor wij als mensheid die apparatuur ook konden maken in enige mate. Ja. Ja, als je dat kunt, kun je natuurlijk ook naar Mars en naar Jupiter en gaat maar zomaar door. Want dan is de sport natuurlijk gewoon, dan is het business. Dus zijn we op de maan geweest op die manier, maar dat is niet het officiële verhaal. We gaan even door. Is er, je kan hem gewoon naar achteren gooien. Ja. Achter. Dink Hallo. Het hebben. Hoi. Emiel van Druten. Ik heb een hypothetische vraag. Stel nou dat er ergens komende tijd boven Nederland een heel duidelijke UFO-sighting is. En er worden daar in de Tweede Kamer kamervragen over gesteld. Kijk, nou het er wordt besloten, er moet tot de bodem uitgezocht worden. En er wordt een commissie Vermeeren ingesteld. En met Vermeeren, Frans. Wauw. Dit is zo hypothetisch.
Hypothetisch en liefst in een Final Fantasy situatie. Nou, ik ben met je. Je krijgt de tijd, je krijgt een mooi budget. Een mooi budget. De bodem gaan uitzoeken. Hoe ga je dat nou aanpakken? Waar ga je beginnen? We bellen Will Smith. En eerst Will Smith bellen, sowieso. Precies. Ja. En dan een tweede hypothetischere vraag. Ja. Stel nou dat het allemaal een heel groot succes is en jullie weten de taboe te doorbreken en het wordt algemeen aangenomen dat die UFO's dan bestaan. Ja, en dan gaan we dan proberen actief contact met ze te maken. Wat is dan het plan? Dus die twee vragen wil ik heel graag weten. Ja. Aan wie stel je ze eigenlijk? Aan Lange Frans, volgens mij. Ik vind het super tof dat jij in jouw verhaal zeg maar, ons daar het voortouw in ziet nemen. Dat warmt mijn hart, absoluut. Ja, hypothetisch gezien zouden we dan, een gezellige barbecue. Laten we daar eens mee beginnen. En laten we elkaar eens leren kennen en laten we eens gaan praten. En dan komen we er vanzelf wel achter of we elkaar een beetje mogen. En ik zou super geïnteresseerd zijn natuurlijk. Ja, want ik denk dat je vraag nu ervan uitgaat dat er dan nog onderzoek gedaan moet worden. Maar wat je suggereert is feitelijk dat we het taboe doorbreken. Dat we de files opengooien, zoals ze er zijn, hè. Een van de belangrijkste UFO-projecten uit het verleden is gedaan door Stephen Greer, een Amerikaanse traumaarts, die al vanaf de jaren 90 bezig is op de hoogste niveaus van de Amerikaanse regering. Moet je echt denken, die heeft de Clintons gebriefd. Ja, dus hij is door de Clintons uitgenodigd van, kom ons even vertellen wat je allemaal weet. En dat heet het Disclosure Project. Als je daar op googelt, gaan er hele werelden voor je open. Met name van honderden getrainde waarnemers. Praat je echt over het niveau onder andere van mensen die in hele kleine teams die UFO's hebben geborgen, die zijn neergestort in het verleden. Maar ook admiraals en generaals enzovoort. Al deze video's, als je dit wilt bekijken, dan heb je een goede week nodig om dat materiaal uit te gaan. Ja. Dus op het moment dat dat open mag, dan is waarschijnlijk ook de disclosure een feit. Maar dan is het ook geen issue meer dat we contact maken. Want wat je van de getuigen hoort, en natuurlijk zijn het niet de getuigen die zeg maar ooit een keer iets op de radar hebben gezien. Maar er zijn genoeg getuigen die claimen, onder andere tot en met zeg maar de Amerikaanse president Eisenhower, die in de jaren 50 echt op een Amerikaanse legermachtbasis, waarvan gezegd wordt dat hij daar tot twee keer toe contact heeft gehad met buitenaardsen. Maar die hebben aangeboden voor het, voor contact en dat is gewoon denied, hè. Dat willen wij niet, het is onze planeet. Dat je dan zeg maar tot zaken kunt komen. Het is inderdaad die barbecue. Ik denk niet dat ze vlees eten. Dat is zo 2016. Dat doen ze niet. Maar ik denk wel dat je alcohol ook niet trouwens. Maar ik heb alleen. Okay. Maar ik denk dat dan gaan we uitwisselen en dan gaan we met elkaar de dingen bespreken. Maar dan zijn we zulke grote stappen verder. Overigens heb ik wel gevraagd of ik onderzoek mocht doen, hoor, aan UFO's. En als dat in de huidige omstandigheden zou zijn, dan zou ik beginnen met zeg maar al die getrainde waarnemers persoonlijk interviewen en kijken wat ze echt allemaal hebben. Mag ik heel veel wat vragen? Want ik vraag me af, als je hier al zo lang mee bezig bent, is er dan één vraag die je, mochten ze inderdaad hier komen, is er dan één vraag die je ze heel erg graag zou willen stellen? Die ik zou willen stellen? Ja, jij persoonlijk? Dat klinkt nou heel blasé als ik zeg van, nou, volgens mij heb ik een aardig beeld van waar ze, nou niet waar ze vandaan komen in eerste instantie, maar wel wat ze willen. Dus ik heb niet zo gek veel vragen meer. Ik zit nog steeds meer tegen het bewustwordingsaspect tegenaan te hikken. Maar ik zou heel graag van hen willen weten van hoe kijk je naar. Nou, laat ik een raar verhaal vertellen. Een paar jaar geleden heeft de huidige paus gezegd dat als buitenaardsen zouden landen, dat hij ze dan best zou willen dopen. Als ze erom vragen. Als ze het zouden willen. Weet ik niet. Ja, ze zouden willen. Maar dan denk ik heel snel van, ja, wie doopt er wie dan eigenlijk op dat moment? Hè? Want je gaat dan dus krijgen van. Ook de diepere filosofische vraag van hoe ziet het universum in elkaar? Zijn ze ook religieus of geloven ze in een god of hoe werkt dat? Maar ook hoe hebben ze hun maatschappijen ingericht? Daar weten we al relatief best veel van, hoor. Als je de literatuur ingaat en mensen die daar veel van claimen, die komen met hele prachtige verhalen over buitenaardse beschavingen. Een goed voorbeeld is, ik gebruik het ook in mijn boek UFO's bestaan gewoon, is een ondernemer hier in Nederland. Stefan den Aarde, dat is een pseudoniem, heeft toen een boek geschreven over buitenaardse beschaving. Hij heeft het min of meer in de romanvorm gedaan, omdat hij op dat moment nog niet naar buiten durfde te komen met het verhaal. Altijd safe. Maar hij beschrijft dus dat hij op de Oosterschelde met zijn zeilboot vastliep midden op het water op een object.
En hij heeft daar contact gekregen met buitenartsen. En hij is hem toegevraagd van, ja, wat wil je hebben? Wil je een stuk materiaal van ons of zo? Of wil je dat wij je verhaal vertellen? Het verhaal van hun. En hij heeft voor het laatste gekozen, beschrijft hij helemaal. Het is buitengewoon interessant om te zien. Dus er is veel over bekend. Maar ik ben vreselijk nieuwsgierig, vooral ook naar hun technologie. Van hoe kunnen wij hun technologie gebruiken hier voor een veel betere samenleving? Want bij ons is het zo, ik weet niet hoe dat met uw rekening is, maar het grootste deel gaat naar de bank. En dan, daarna komt zeg maar de brandstof, hè, de Shell en de BP. En daarna krijg je de Nuon en de Essent. En daarna mag jij ook nog wat kopen. Weet je wel? Dus als dat in één keer weg is, nou, dan krijg je een totaal andere wereld. Oké, volgende vraag. Even de box doorgooien. We kunnen hem even naar helemaal achter gooien, anders komen die niet. Nou, hij gaat langzaam die kant. Bijvoorbeeld naar hem. Oh ja. Hi, ik ben Ilias en ik snap eigenlijk niet echt wat het faken van maanlanding te maken heeft met UFO's. Ja, volgende vraag. Dat is inderdaad een hele heldere constatering. Ja. We wouden dat we een antwoord voor je hadden, denk ik. Nou, ja, het was een van de vragen uit het publiek, laat ik het zo zeggen. Laat ik daarmee beginnen. Het is niet iets waar ik normaal gesproken in mijn lezing, zelfs ook niet in mijn boek over praat. Dus ik vind het ook eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Maar als je toch een paar anekdotes wil horen. Een van de apocryfe verhalen van Neil Armstrong is dat Buzz Aldrin kun je er trouwens over horen. Dat waren dus drie astronauten die de eerste vlucht maakten. Tenminste van degene die het als eerste geland zijn. Dus Buzz Aldrin en Neil Armstrong zijn op de maan geland. En Buzz Aldrin, hij leeft nog, kun je dus horen praten over dat er een object meevloog met ze naar de maan. En achteraf doet hij daar een beetje lachen over. Ja, dat was een stuk van de draagraket, maar die gaan niet zo hoog. Dus dat was duidelijk iets van wat ze bijzonder vonden. Dat is ook besproken met het grondstation en daar deed iedereen een beetje geheimzinnig over. En het verhaal gaat dat Neil Armstrong heeft gezegd dat toen ze net op de maan waren, dat ze daar dus buitenaardse objecten zagen en dat hun te verstaan was gegeven dat ze naar huis moesten, dat ze er niks te zoeken hadden. Dat is altijd ontkend uiteraard, want anders had u dat op school ook wel gehoord. Maar daar zijn toch een aantal NASA-medewerkers heel stellig over dat dat het verhaal binnen NASA was. Dus dat heeft met UFO's te maken. Ja? Hij was dus wel geland op de maan. In dat verhaal wel. En nogmaals, ik heb meneer Frank 2 ook net gemeld dat ik het gewoon niet weet. Dus ik hou het open. Je hoeft ook niet altijd een antwoord ja of nee te hebben. Soms kun je zeggen, nou, ik weet het niet of ik weet het nog niet. Dank u wel. Alsjeblieft. Gooi het er maar door. Achter u. Dat wordt goed gegooid. Jan Dingen. Jan Dingen. Ja. Fantastisch. Hoi. Ik ben Jelle. Jullie hadden het eerder over hoe die Amerikaanse soldaten werden bedreigd met hun leven en met hun pensioen en zo, als ze het zouden vertellen. Hebben jullie persoonlijk dreigementen meegemaakt voor het openbaren van dit soort informatie? Hij wel, maar om hele andere redenen. Ja, maar kijk. Ik zeg het ook in het liedje Kamervraag 2, waarvan ik zelf vind, en ik roep het niet de hele tijd overal tegen iedereen, maar ik vind het een van de beste stukken die ik ooit geschreven heb in mijn leven tot nu toe. Super lief. Dus dat, zo voelt het ook en dat vind ik. Het liedje is 3 keer in totaliteit op de Nederlandse radio gedraaid. Het ging heel hard door middel van de YouTube-beelden van bij 3FM, zeg maar. Maar dan zie je dat je eigenlijk gaat zoiets dan viral en dan komt het niet op de plekken waar het eigenlijk moet komen. Ik bedoel, om aan te geven, ik had het liedje uitgebracht, het was een dinsdag. En voor dinsdag 15 december uit mijn hoofd. En voor die vrijdag heb ik zeker 200 e-mails gehad van mensen die zeiden, hey, wauw, top, of vet, goed gedaan. En je volgende deel moet ook hier en daar over gaan. En mensen kwamen met extra tips en allerlei dingen. Maar niemand van de krant. Geen één krant. Niet eens de schoolkrant van Diemen Zuid. Echt gewoon 0,0. Terwijl als er iets kuts gebeurt of iets anders gebeurt in mijn leven, nou, dan weten ze me allemaal wel te vinden. En dan staan ze allemaal met draaiende camera's en oranje microfoons staan ze voor de deur, weet je wel. En ja, dat vind ik dan toch wel op zijn minst opvallend te noemen, zeg maar. Maar dat dit in mijn vak niet het slimste is om te doen, daar ben ik me te degen van bewust. Maar heb je niet bedreigd? Nee. Maar ja... Ik bedoel, als dat ooit zo ver zou komen, dan,
dat zien we dan wel, maar zover is het nog niet gekomen. Gelukkig. Bij mij ook niet. Ik vertel ook altijd dat ik ook geen geheimen verklap. Dus alles wat ik in mijn boeken schrijf en in mijn lezingen vertel, is informatie die iedereen kan vinden. Ik heb er alleen heel veel moeite voor gedaan om het allemaal bij elkaar te brengen. En mijn achtergrond als lucht- en ruimtevaartingenieur brengt dat ook met zich mee. Dat je uit een veelheid van informatie ook, zeker op dit terrein, behoorlijk een samenvatting kunt geven van wat ik vind dat belangrijk is. Ik heb ook de moeite genomen om een aantal, niet, natuurlijk niet allemaal, die mogelijkheden heb ik ook niet, maar om een aantal hele belangrijke getuigen te bevragen. Nou, een generaal uit België, die echt ervaringsdeskundig is en nog steeds één keer in een paar jaar naar het Pentagon moet vliegen om een nieuwe generatie militairen te vertellen wat er in België is gebeurd met die hele lange UFO-golf. Een oud-minister uit Canada, een man is inmiddels in de 90, maar die is vreselijk woest op de Amerikanen, omdat die naar zijn idee gewoon al jarenlang niet hun UFO-dossiers vrijgeven en de technologie delen met de mensheid die dat zo ontzettend nodig heeft. Die man is minister van Defensie geweest van Canada, zat ook in NATO-verband, maar hij is zelf ook ingenieur en piloot, dus die man weet echt wel waar hij het over praat. Die heb ik twee keer ontmoet. Ook iemand die een dossier in een nucleaire basis in Engeland een hele bijzondere UFO-ervaring heeft gehad en daar nu ook wereldwijd over praat, omdat dat op een gegeven moment naar buiten is gekomen. Dus als je die moeite neemt, dan kom je natuurlijk met ongelooflijk veel informatie in aanraking. Ook informatie die mensen je toevertrouwden tijdens lezingen of in mails en dergelijke. Dus je krijgt heel veel dingen op je pad. Maar ik heb geen geheimen. Dus ik heb niet, zeg maar, zoals Assange of zo, in één keer een heel dossier met allerlei shit. Voor bepaalde mensen die dan positie hebben en om ook jou te kunnen bedreigen, die dan bedreigend voor hun is. Dus ze denken, ach, nou ja, die man die roept dingen die iedereen kan vinden. Alleen die moeite neem ik dan in ieder geval. Ja. We gaan even door, maar we gaan even door met de slides voordat we doorgaan met andere vragen. Misschien zijn er nog, ik zag daar nog een hele... Ja, weet ik, maar anders hebben we een beter tijd. We gaan heel veel door naar de slides. Ja, want het is toch een beetje een experiment wat ons betreft ook. We hadden een aantal vragen ook gekregen vanuit de oproep vanuit het publiek naar de vesten toe. En een van de vragen ging ook heel erg over fake news, wat natuurlijk de afgelopen tijd vreselijk veel in het nieuws is. Van wat is nou precies fake news? Daarbij hebben we een filmpje, wat ik zelf heel erg chockerend vind. Dat is de NOS, onze belangrijkste publieke omroep, die het 8 uur journaal, zeg maar, gebruikt of misbruikt, net hoe je ernaar kijkt, om onze meneer Poetin in een bepaald daglicht te zetten. En dat zit allemaal in het kader van Oekraïne en de MH17. En dat filmpje wil ik graag even laten zien. President Poetin heeft altijd elke betrokkenheid ontkend bij de strijd van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Als de BBC-verslaggever Poetin daar een vraag over wil stellen, wordt hij zo goed als genegeerd. Mr. Putin, John Sweeney from the BBC. I'd like to ask you a question about the war, sir. I'm sorry, sir, the killings in the Ukraine. Thousands of dead. Ukrainians, Russians, Malaysians, British, Dutch. So sir, do you regret the killings in the Ukraine? Nou, in principe is dit genoeg. Wat je hier dus ziet dat het NOS-journaal doet, is eigenlijk meneer Poetin wegzetten als iemand die gewoon doorloopt als er serieuze vragen aan hem gesteld wordt. En dat is in het kader, zeg maar, van een toenemende spanning tussen het Westen en Rusland, is dat natuurlijk ongelooflijk op je terrein. En eigenlijk het Nederlandse publiek klaarmaken voor, zeg maar, dat we vreselijk boos worden op Poetin. En dat we het heel normaal vinden dat we daar een oorlog mee zouden starten. Dus ik vind dit ongelooflijk. Geen Stijl heeft daar dit filmpje over gemaakt. En de hoofdredactie van het NOS doet daar een beetje laatdunkend over. Maar ik vind dit echt, dit past in Nazi Duitsland wat mij betreft. Dit vind ik echt gewoon niet kunnen. Dus dit wou ik graag laten zien. Dus fake news komt echt niet van 200 websites die op een gegeven moment maar zijn gepubliceerd van hebben allemaal nepnieuws. Het zegt wel veel. Ik weet niet, de meeste mensen jullie hebben allemaal een laptop en er zit een programmaatje op waar je zelf video's in kan editen. Nou, als je daar ooit een of andere familiedag mee aan elkaar hebt moeten snijden, dat zal vast wel. Maar met video is maar net
welk moment je knipt, wat voor muziek je eronder zet. Je kan zo'n sfeer neerzetten. En ja, het hangt gewoon vanaf als je een shot maakt van iemand die wegloopt op straat en je gooit er hele treurige violen onder. Dan denk je net dat diegene zijn hart gebroken is. En als je er iets vrolijks onder zet. Dan, ja. Dus het... Hoe weten we dan nog wat echt en niet echt is? Dat is een hele goede vraag. Eigenlijk weten we dat dus niet. Alleen je verwacht van bepaalde media, zoals de NOS. Hè, wij keken vroeger verplicht naar het 8-uur-journaal. Ik denk dat hele generaties daarmee op zijn gevoed. En dan verwacht je dat daar de waarheid vanaf komt. En dan wil je dus niet geconfronteerd worden met dit soort dingen. Want ik kan dus nu het NOS-journaal niet meer aanzetten. Maar gelukkig gaat Facebook samen met nu.nl. En ja, ze hebben er al een naam voor. Hoe heet het nou? Oh, dat weet ik niet. Ja, die gaan dus kijken voor ons wat echt is en wat niet echt is. Ja. En, maar als je niet meer het NOS aanzet, wat kijk je dan nog wel om te weten dat het is heel gaar, maar ik kijk geen televisie meer. Behalve films die ik wil zien. Ik kijk dus geen televisie meer. Ik alleen Boer Zoekvrouw. Alleen Boer Zoekvrouw. Dat kijk ik dus wel. Snap ik. Nou, kijk ik wel, ja. Maar omdat ik dat wil kijken. Ja. Dat is echt. Ja, dat is echt. Nou ja. Dat weet je niet. Ja. Ja, er komen af en toe kinderen van, dus dat is echt. Ja. Oké. Okay. Maar hoe hou je dan jezelf op de hoogte? Veel lezen. En als je dus een aantal websites kiest online, waarvan je denkt dat daar in ieder geval redelijk kritisch naar de werkelijkheid wordt gekeken, dan nog is dat één ding. En de andere dingen zijn dan dat je probeert datgene wat je belangrijk vindt te verifiëren bij andere bronnen. Dus maar waar baseer je dat dan op, hoe er kritisch wordt gekeken? Ja, dat is een goede vraag. Het is denk ik nog nooit zo moeilijk geweest als vandaag de dag om nep van echt te onderscheiden. Nee. En dat maakt het zeker voor ons al en ook voor de generatie boven ons, maar ook voor de generatie voor onze kinderen maakt het nog lastiger. En ik denk uiteindelijk dat we zelf prima in staat zijn om te bepalen wat goed voor ons is en wat niet goed voor ons is. En wat wel echt is of wat niet echt is. En ik weet in ieder geval zeker dat we Mark Zuckerberg en nu.nl daar niet voor nodig hebben. Zou je een voorbeeld kunnen noemen van wat jullie kijken, wat in jullie ogen wel echt is? Nou, ik vind het altijd fijn om naar social media te gaan en dan te kijken wat mensen zeggen die er echt bij zijn. Weet je wel? Je hebt zoveel ooggetuigen verslagen tegenwoordig dat ik... Ik baseer me het liefste daarop. Ik doe het tegenwoordig, draai het om. Als ik iets, dat klinkt nou heel raar. Als ik iets zie op nu.nl of nos.nl en ik vind het belangrijk op zich als feit of als onderwerp, dan denk ik inmiddels al van het zal wel 180 graden anders zijn. Dat denk ik automatisch inmiddels. En dan ga ik op zoek. Dan ga ik kijken van hoe zit het? Wie schrijft daar heel erg genuanceerd over? Wie is daar kritisch op? Wie weet daar meer van? Op die manier zoek ik op dit moment naar nieuws. Wat het ook een beetje is, kijk, het is in de platenindustrie en in de krantenindustrie, in de media is het denk ik niet anders geweest. Op een gegeven moment, ik weet niet of je kan herinneren, voordat dat er iets als internet en Napster was, kostte een cd kostte 40 gulden. Wie heeft er nog wel eens een cd gekocht voor 40 gulden? Nou, precies. Van zijn cd vond je een paar liedjes vond je goed. En heel veel, dat waren gewoon vullers. Maar omdat je die drie liedjes op dat album wilde hebben, moest je die volle 40 gulden moest je spenderen om maar die cd te kopen. Nou, toen eenmaal Napster er was, hebben we met een 56 kbs modem, terwijl je dan niet kon bellen, in vier uurtjes één mp3'tje kon binnenhalen eindelijk, zijn we dat massaal gaan doen. Ook als tegenreactie op het feit dat we eigenlijk zo boos waren dat we al jarenlang veel te veel geld moesten betalen voor die drie liedjes. Nou, en... Met de kranten en het nieuws is dat niet anders. Heel veel mensen hebben geen krantenabonnement meer. Dus om de media dan ook goed en onafhankelijk te houden, moeten we daar ook wel, denk ik, geld in investeren. Wat ik zelf een hele fijne bron vind, is een Nederlandse site die heet ftm.nl, Follow the Money. Dat zijn economische journalisten die zich maar eigenlijk voor zichzelf zijn begonnen. En die werken op een soort van open basis. Je mag wat geven, maar je hoeft niks te geven. Ik heb besloten om dat wel te doen, 40 euro per jaar of zo. En dat zijn echt mensen die in mijn ogen in ieder geval toffe onderzoeksjournalistiek bedrijven om dingen naar boven water te brengen die je in de reguliere media dus niet ziet. Waar hun ook bij hun oude werkgevers als Volkskrant, NRC, Elsevier, Quote, waar ze op een gegeven moment geen ruimte meer voor kregen om dat soort dingen te doen. En ze zijn dat zelf gaan doen en dat vind ik mooie dingen.
Ik vind bijvoorbeeld mooi, ik volg wel bepaalde mensen. Dus bijvoorbeeld een Willem Middelkoop volg ik. En die zit ook heel vaak in Café Weltschmerz. Waar ze allerlei wetenschappers en mensen uit de media of uit de politiek ook gewoon interviewen een uur lang. Nou, dan moet je een uur naar een YouTube-filmpje zitten kijken. Maar dan krijg je wel een hele kritische blik op, ja, op de wereld, op het gebeuren en op onderwerpen. Waar zeg maar binnen de reguliere media eigenlijk gewoon met twee soundbites van een halve minuut, daar kom je eigenlijk niet aan toe. Dus die verdieping, die zoek je eigenlijk veel eerder op internet bij mensen die gewoon een uur lang ergens een onderwerp uitdiepen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is heel moeilijk, dus wat Frans ook zegt. Ik bedoel, je kunt het bijna niet meer weten. Dus. Maar we hebben een hoofd en een hart. Hè? Dus we kunnen rationeel dingen bedenken, maar we kunnen ook gevoel inzetten om te zeggen van ja, ik heb een goed gevoel bij hoe die man dit vertelt. Of ik voel dat zijn waarheid eerlijk en oprecht is. Of dat hij heel dichtbij zit bij datgene wat zoals het is. In plaats van dat je gewoon gaat zitten met een zak chips en denkt van, oh, het NOS Journaal, oh, dan, nou, dat is dan de waarheid en daarna gaan we weer door. Dus het vereist veel meer op dit moment om tot bepaalde inzichten te komen. We gaan even naar het publiek. Is er iemand die hier iets over wil vragen? Of we gooien het balletje is al daar. Heeft u hem vast? Ja. De goede plek kennelijk. Ja, ik kreeg hem als vanzelf. Dat was inderdaad erg moet zo zijn. Moet bekennen. Ik had ook van tevoren een mail gestuurd met een paar vragen. Oh jee toch. Ja, maak je borst maar nat. Kom maar. Je liet net de term Nazi-Duitsland vallen. Die trek ik dan even door in een ander verband. Ik heb hier een boek op mijn knieën liggen. En dat heb ik van tevoren gemaild. Ik weet niet of dat doorgekomen is. Over nulpuntrevolutie. Oh ja. Heb ik in de kast staan thuis. Ja oké. Okay. Ja. Nou, dan weet je misschien. Ik ben hem gaan herlezen. Maar in het eerste hoofdstuk wordt gesproken over Nazi-Duitsland. En dat daar. En je zingt erover Frans. Dus ik switch een beetje tussen jullie. Maar een soort twee-eenheid. Mm. Dat een aantal zijn buitenaards, die UFO's. Maar er zijn dus ook FO's. Die zijn gewoon identified. IFO's wordt het dan. Oftewel, het verhaal is, want alles is natuurlijk een verhaal, wat echt is en wat waar, laat ik maar in het midden. Je hebt hooguit je eigen waarheid, gebaseerd op verstand en hart. Maar de schijnen van die dingen te hebben rondgevlogen, en in dat boek staan zelfs tekeningen, wat een beetje doet denken aan bouwtekeningen. Dan kom ik weer bij Koen, technologisch gezien. Moet voor jou toch ook interessant zijn, als ik dat soort verhalen lees, bedoel ik ben dan meer de alfaman. Dan denk ik van, nou, hoe zit het dan in elkaar, weet je? Ze hebben die dingen kunnen bouwen, die kennis moet er ergens zijn. Meneer Tesla had het erover, er zijn andere beschavingen, Atlantis. Nou, het komt dichterbij. Nazi-Duitsland, zo lang is dat nog niet geleden. Die kennis moet er op te halen zijn. Nou, dan kom je natuurlijk weer bij complottheorieën uit, van waarom kan dat niet naar boven komen? Wat is je vraag? Waarom er nog geen leerstoel is met die technologie? Wat maakt, en daar gaat deze meneer ook op in, en mijn leraar ook, wat maakt nou. En volgens mij raakt dat aan Zeitgeist. En daar is meneer de esotericus die hier ook wordt aangehaald, Rudolf Steiner, naar verluid interessante dingen over gezegd. Wat maakt dat er krachten bezig zijn om die kennis tegen te houden? Los van het regulier aardse stoffelijke verhaal van belangen. Dat kennen we allemaal wel. Ja, het woord staatsschuld, hè, follow the money. Dus dat was je vraag. Dat geeft wel aan. Ja. Ja, aan jou. Dus waarom is het er nog niet? En of je de vraag op de mail was, zijn jullie bekend met dat boek? Nou, dat hoor ik. Tenminste, de titel. Dan okay. En wat doen jullie ermee? Wat doen jullie? Want de zeitgeist kun je ook creëren. Kun je ook sturen. Wat doen jullie? Los van liedjes maken, Frans. Dat creëert bewustwording. Dat woord nam je ook in de mond, Koen. We gaan even naar het antwoord. Bewustwording te werken. Ja, dankjewel. Ja, waarom is het er nog niet? Ja, ik denk dat dat deze avond eigenlijk al verteld is. Dus, nou ja, maar wat doen jullie verder? Draai die man even het geluid weer, alsjeblieft. wat doen we? Nou. Sorry. Wat doen wij eraan? Wij doen er heel erg veel aan. Namelijk bewustwording. Ja. En wij proberen dus op allerlei manieren daar in ieder geval een groot debat over te voeren. En hij doet dat vanuit zijn muziek, ik doe dat vanuit mijn wetenschappelijke kennis. En ik denk dat dat al heel wat is. En waarom het er nog niet is, dat is een hele grote vraag. En dan kom je dus inderdaad in de complotsfeer terecht. In de belangensfeer terecht, daar hebben we het al over gehad. En dat is de belangrijkste reden. De technologie waar het over gaat is disruptive technology, zoals dat in goed Nederlands heet. Dus het verstoort werkelijk alles waar wij onze samenleving mondiaal op hebben gebaseerd. Dus zijn er belangen die dat niet willen. En zo simpel is het. Op die manier kun je ernaar kijken. Maar zodra er een crowdfundingactie komt en iemand zegt, we gaan morgen een mooie UFO bouwen en iedereen kan voor €50 meedoen om het eerste ritje, dan ben ik daar. Snap je? Ik wil graag helpen op die manier. Maar ik denk,
Ja. Nou goed, ik bedoel het feit dat jullie hier zitten, het lijkt me al... Ja, precies. Wat zou jij willen dat wij nog meer zouden doen? Laten we de vraag omkeren. Ik ben me bewust dat het een woordenstroom is en dat ik misschien negatief overkom. Nee. We voelen je passie, absoluut. Ik kom hier om juist iets op te bouwen, omdat ik zit te popelen. Wanneer komt die? Jij noemt het vrije energie, die meneer noemt het tachyonenergie, nulpuntenergie, whatever. Het kan uit het vacuüm, uit de ether. Weet je, ik ben ontzettend positief over wat er gebeurt in de wereld. Je zit aan de ene kant een hoop shit. Wij zijn bezig met de Universiteit Groningen, Energy Academy Europe, om te kijken naar een samenwerkingsverband en alle disciplines, dus ook de hogescholen, TU Delft erbij te betrekken, weet je wel, maar ook disciplines als psychologie, om te kijken, want wat is die zeitgeist, weet je wel, daar te graven en meneer Steiner erbij, wanneer is de tijd rijp, wat wil die uitdrukking zeggen, en hoe kunnen wij daar invloed op uitoefenen, door dit soort dingen, klassen, nummer, klassen, weet je wel, energie, docent die opstaat, we moeten juist los, hoeveel super frustrerend, dat we nog steeds auto's op benzine hebben rijden. En zonne-energie is een lachertje, Frans. Ja, zonne-energie, dat is prima, die Amerikaan. Maar dat productieproces is heel vies. Daar worden heel ik zei al, die microfoon moet nou echt uit. Laten we heel veel de ruimte geven aan Frans om hier antwoord op te geven. Allemaal heel lang stil. Ik heb voor de pauze al geroepen, excuses. Kijk, er zitten vandaag ruim 250 mensen in de zaal. Dus dat betekent al dat er dus een steeds groter bewustzijnsvraagvlak komt voor dit soort zaken. Niet iedereen zit op een positie dat hij onmiddellijk iets kan. Hè? Dus, maar in je eigen omgeving kun je je mensen in je omgeving bewust maken. Je kunt op een gegeven moment ook eens een keer een mail aan Rutte schrijven of Cornuiten, minister van Economische Zaken of CEO's van grote bedrijven, of zeg gewoon dat je het niet meer pikt. Mag ik even, ik ben met mijn oud-klasgenoot Liesbeth Spies, die zat een aantal jaren geleden dan op die ministerspost, nog voordat ze daar zat. Hoe heet ze? Liesbeth Spies, ze is inmiddels burgemeester van Alphen aan de Rijn, want zo werkt dat in die kringen. Ja, kom op Koen, nou niet je klassiekers, maar oké. Spies, nooit van gehoord. Spies, nooit van gehoord. Is minister geweest, man. Nou, maakt niet uit. Nooit belangrijk is dat ze voor het CDA in de Tweede Kamer voor milieu. Toen heb ik haar de vraag voorgelegd, dat is echt een jaar of 7, 8 geleden. Maar toen al waren er al miljoenen hits op internet over vrije energie. Oh ja, weet je wel? Nog steeds. En zij ontkende ten hoogste en ten laagste, en vooral ten laagste, dat ze nooit van gehoord. Maar daar hoorde ik Shell praten, weet je wel. De politici zijn inderdaad de poppetjes, weet je wel. Staatsschuld, de banken zijn de baas. Inderdaad, follow the money. Oké, laatste zin. Ja, laat ik me nou door jou een beetje... Nee, maar luister... Nou, goed. Nee, maar kijk, het is mooi dat je aan het einde bijvoorbeeld een bedrijf als Shell aanhaalt. Dank voor het bewustwordend beursmaken. Graag gedaan. Het is mooi dat je Shell aanhaalt in je laatste zinnen. Want ondertussen mag je hem doorgeven. Nee, het is mooi dat je ze aanhaalt, want dat is typisch een bedrijf dat... Die denken in termijnen van 250, 300 jaar vooruit. En wij in onze korte tijd hier als tijdgenoten op aarde. Ondertussen werd er iemand onthoofd door de microfoon. Wij denken, we willen het graag nog meemaken voordat we kinderen krijgen of kleinkinderen. En snap je? En tuurlijk, ik voel die drang ook. En ik zou het geweldig vinden als dingen makkelijker kunnen en beter kunnen. En als er de rijkdommen die we allemaal hebben eerlijker worden verdeeld. Dus ik denk dat weer een verschil is tussen de instructies van de grote machtige bedrijven die in eeuwen denken en wij in tientallen jaren. Laat ik daaraan toevoegen, want het bewustwordingsveld wordt steeds groter, ook bij studenten. Ik ken er een aantal die zo bewust zijn dat ze op een gegeven moment ook zeggen van ik ga bij Shell werken, want ik wil van binnenuit het systeem veranderen. We weten dat Shell heeft grote financiële belangen, er zijn aandeelhouders, noem maar op. De politiek denkt hooguit in termijnen van 4 jaar, want dan moeten er pas weer verkiezingen komen en voor die tijd maakt het allemaal niks uit. Maar er zijn ook studenten die echt met vrije energie aan de slag willen. Maar daar willen universiteiten niet aan. Maar luister, de universiteiten worden nu bezet door de babyboomers. En die gaan vanzelf dood. Is echt gewoon de natuur, gaat gewoon dood en dan komt er een nieuwe generatie die neemt dat over. Ja, maar zo simpel is het. Zo simpel is het. Daar. Oké, volgende vraag. We waren op links, hoi. Als die aanstaat, ja. Ja, voor jou wel. Nou. Ja, ik wil eerst even zeggen dat ik echt heel veel bewondering heb voor jullie allebei. Dat jullie zo in alle openheid, zo lang al met deze onderwerpen bezig zijn. Is dit ook de reden dat je niet begint met het vertellen van je naam?
Het hoeft niet als je niet wilt, hoor. Nee, nou, ja, nou, ja. Dat vond ik niet zo belangrijk. Ik vond... nee, ik vind, door, ik vind door, dit ook veel belangrijker wat ze net zeiden. Ik vond me meer een alien die de mensheid bestudeert dan een mens die de aliens bestudeert. Maar waar ik benieuwd naar ben, is eigenlijk of jullie in de afgelopen paar jaar ook verschil hebben gemerkt in hoe jullie collega's en jullie publiek jullie boodschap ontvangt. Of daar meer openheid in is. Nou, ik kan een paar voorbeelden noemen. Kijk, ik doe ongeveer 100 optredens per jaar. De meeste daarvan zijn niet voor wakkere mensen in een theater in Delft op een dinsdagavond. Maar dat is in feesttenten waar iedereen al flink aan het drinken is, zeg maar. En dan kan je niet ten alle tijde met hele zware kost aankomen. Dat is gewoon menselijk onmogelijk. Tenminste, als je. Ik ben gek op mijn werk en ik heb godzijdank een breed palet aan smaken op mijn bandje staan, zeg maar. Maar wat me wel opvalt, is dat ook op de. Op de meest uiteenlopende feesten, van privé-aangelegenheden tot bruiloften tot studentenfeesten, er is altijd een klein ploegje mensen wat toch vraagt om of ik dan niet Kamervragen 2 wil spelen. En vaak is dat tussen liedjes als Lekker Ding en 22 Baco een vreemde eend in de bijt. Maar ik doe dat graag. En ik heb dan wel zoiets van, ik zet hem misschien niet standaard op het lijstje, maar zodra ik weet dat er op een zaal van 400 of 600 of 700 mensen, dan zijn er 3-4 mensen die daarom vragen. En tegenwoordig, je pakt je telefoon en met grote letters, dan haal je dat zo naar boven, weet je wel. Dus die communicatie, die is er altijd wel. Dan doe ik dat graag. Maar je moet dat wel helaas een beetje doseren. Ik kan niet... Maar is het in de afgelopen jaren toegenomen? Ja. Zeker. Er zijn natuurlijk meer liedjes bijgekomen over dit soort onderwerpen. Dus daar wordt wel fanatieker naar gevraagd. Dat denk ik wel. Ik voel wel, ik voel wel dat er mensen aan het veranderen zijn. En weet je, we hebben de informatie voor het uitzoeken. En we kunnen onszelf goed informeren als we dat willen. Dus het is meer de vraag van... En af en toe, je moet ook niet alles voorkouwen. Soms moet je gewoon wat dingen de lucht in gooien en laat mensen zelf maar op onderzoek uitgaan. Want dat is ook vaak het leukste van de zoektocht, is om zelf erachter te komen wat je wel tof vindt en wat je niet tof vindt. En bespreek dat met je vrienden, met je collega's. En als er mensen zijn die... Voor mijn moeder, om een voorbeeld te geven, ik ben gek op haar, maar die gelooft alleen maar wat er op het NOS-journaal wordt gesteld of in de Volkskrant staat. En als die twee bronnen het niet vertellen, dan past het niet in haar spectrum van dat kan er bij mij überhaupt in, ja of nee. Ja, daarom denk ik dat het ook wel belangrijk is wat jullie doen, want ik denk dat heel veel mensen in het begin toch wel helemaal in hun eentje hiermee bezig zijn. Ja. En dan zijn er toch wel ook dit soort gelegenheden waarbij je dan in één keer... ziet van, zoveel mensen zijn hiermee bezig. En... Ik zal je een heel raar verhaal vertellen. Op een gegeven moment kreeg ik een mailtje van ook een afgestudeerde in Delft. En die zei van, ja, Koen, ik wil heel graag met je praten. Ik ben die en die is en zo. En ik heb dan dat gestudeerd. En toen heb ik hem op een gegeven moment opgebeld. En hij zei, ja, mijn vrouw heeft mij 's nachts op de computer betrapt. En dan denk ik, wil ik dit wel weten? Ja, zei hij, want ik was naar UFO-filmpjes aan het kijken. Dus dat is één. En daar heb ik nu veelvuldig contact mee. Want die zit ook weer in een beroep, zeg maar, waar hij wel stappen kan maken. Zoals die meneer dat heel graag wil. Maar dat gaat geleidelijk. Dus dat zit onder de laag van directies. En daar heb ik steeds meer contact mee. Maar bijvoorbeeld, ik word ook nu gevraagd voor lezingen te geven. Mijn laatste boek gaat over 9-11. Voor het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs. Nou, dat is echt het hol van de leeuw voor mij. Hè? Dus geen achterafzaaltjes met 30, 40 mensen die over het algemeen ietsje ouder zijn. Maar ik word tegenwoordig ook gevraagd hier. Ik ben in Rotterdam voor het Melanchthon gevraagd om een lezing te geven over UFO's. En na afloop kwam die docent naar me toe. Hij zei, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ik zeg, wat bedoelt u? Hij zei, leerlingen die hebben hier een spanningsboog van 5 minuten maximaal. En die hebben een uur en een kwartier ademloos naar jou zitten luisteren. En dat is niet alleen mijn verdienste, maar ook het onderwerp wat vreselijk aanspreekt. En waar kennelijk steeds meer mensen wel voor die boodschap openstaan. Van allerlei soorten en maten. Dus dat is mijn signaal dat het eigenlijk heel erg de goede kant op gaat. Misschien is dit een goed bruggetje naar 9-11. Want op een gegeven moment zei je dat je daar een boek over hebt geschreven namelijk. Dus ja. Laten we daar even naartoe gaan. Ik ga even heel snel door wat plaatjes heen. Want anders dan kom je toch voorbij en anders is het zo slordig. ABC wordt op het fake news betrapt.
gaat over een moord, maar ze hebben zelf zo'n ding gespannen, weet je wel. Nou, dat is ook niet helemaal netjes. Corbyn is natuurlijk vreselijk onder vuur in Engeland. En toen kwam die van een herdenkingsdienst voor de Tweede Wereldoorlog, geloof ik, de Eerste Wereldoorlog, dansend zeg maar het pand uit. Maar blijkt nou, hij is gewoon geanimeerd in gesprek. Dus dat wordt ook allemaal door de Sun wordt het gefaked. De verkiezingsuitslag in Amerika was natuurlijk bizar. Maar de drukwerk voor Hillary lag al klaar. En ook de websites waren al opgetuigd en online. Dat was natuurlijk een foutje waarbij Hillary al gewonnen had. Over fake news gesproken. Dit zijn twee dezelfde kranten. Alleen in de ene krant wordt het publiek getrakteerd op dat Trump zijn toon wat heeft zachter gemaakt. En in de andere is hij agressief. Dus nou ja, dezelfde krant. Hoe kun je in godsnaam nog weten waar het werkelijk over gaat? Dit vind ik wel heel erg interessant om toch te laten zien. Ik herinner me, ik heb vanuit mijn vak vreselijk interessante mensen mogen ontmoeten, jarenlang. Academici, maar ook politici, journalisten, schrijvers. Ik herinner me heel erg Joris Luijendijk, die de boek schreef over Het zijn net mensen, over zijn tijd toen hij nog voor de NOS en NRC in Israël zat. En op een gegeven moment vertelde ook bij ons in Delft aan studenten van ja, staat ook in zijn boek. Ik moest dan de intifada moest ik verslaan, dus ik ging naar dat plein waar altijd die opstanden waren en dat gooien met stenen. En daar stonden gewoon kraampjes met tomaten en sinaasappels en hij dacht, nou ik ben vast fout. Dus hij vraagt wel aan iemand van, ja hoe zit dat met die opstanden enzovoort. Ja, zei hij, maar dat begint pas om 1:30. Oké, nou dat was ook even een deceptie. Nou, wij krijgen natuurlijk vreselijk veel te maken met bomaanslagen in het hele Midden-Oosten. Je moet even opletten wat hier gebeurt. Het is een hele slechte kwaliteit filmpje. Maar je kunt dus zeg maar op het 8 uur journaal ook niet meer vertrouwen van wat je ziet. We hebben een tafereel, u kent het wel, gewoon een plein in het Midden-Oosten. Er staat een auto. Op een gegeven moment loopt er iemand weg. Hij heeft het redelijk onder controle, want hij rent niet. Ja, ik heb er weinig iets aan te maken. De auto was al niet heel veel waard, nu nog minder. En dan moet je opletten wat er gebeurt. En als je dus pas de beelden krijgt van dit moment, dan denk je dus van mijn god, er zijn weer een hoop mensen vermoord bij een bomaanslag. En dat is natuurlijk ziek, maar iemand doet dit met een bepaalde intentie. Dat is niet omdat je 's morgens opstaat en denkt, goh, ik heb echt niks te doen. Ik heb nog wat C4 liggen, zullen we dat in een oude auto stoppen? En er daarna een ambulance heen rijden. Dus dit is heel raar en dat betekent gewoon dat met alles wat we dus zien in de media, in het nieuws, moeten we met een korreltje zout nemen. We zijn echt in een tijd overgeleverd aan nou ja, zegt u het maar. Oké, jongens, dit hebben we door. Dit vind ik ook weer zo bizar over Rusland gesproken. Ik hoop echt dat Trump deescaleert met Rusland. Ik denk dat Hillary heel erg uit was met haar achterban op een oorlog. Maar als het gaat over... Ik ben pas ook uitgenodigd, en dat in antwoord op jouw vraag, ook door een studentenvereniging. Die wilde 3 avonden praten over een boek. Ze hadden een boekenclub en ze wilden een boek lezen samen. En daar wilden ze over praten en dat mocht ik dan modereren. En ik was ontiegelijk gelukkig dat zij zelf het boek uit hadden gekozen, 1984 van Orwell. Ik denk zo, dat is een cadeautje, zeg, dat studenten dat zelf willen lezen. Maar dan praat je dus over nieuws en het manipuleren van het nieuws. En de vrijheidsstrijder van de een is de terrorist van de ander. En het zijn dezelfde mensen. Dus hier heb je dan zeg maar het incident tussen de VS en de Russische luchtmacht. En dat vindt dan plaats in de Oostzee. En dan staat er dus op nos.nl, Russen zijn agressief naar een Amerikaans schip, omdat ze daar heel dicht langs vlogen. Maar dan denk je, de Oostzee, dat ligt tegen Rusland aan. Wat doen die Amerikanen daar in hemelsnaam? Dus wie is hier nou eigenlijk agressief? Nou, als je de wereldkaart kijkt, ligt die Oostzee verdomd ver van Amerika en heel dicht bij Rusland. Nou, pas geleden, weer zo'n incident, Russische gevechtsvliegtuigen provoceren voor het eerst onder Trump schepen van de VS. En als je dan ziet waar dat is in de Zwarte Zee. Dus wat doen die Amerikanen in de Zwarte Zee? Dus, en zo gaat dat maar door. Dus het is tamelijk bizar. Op dit moment is Iran natuurlijk vreselijk onder vuur. Omdat die kennelijk ook atoomwapens willen hebben of weet ik wat. Maar dat is dus de as van het kwaad. Hè. Bush hoort u het nog zeggen. Maar kijk even naar het aantal Amerikaanse bases rond Iran. Dan denk je nou, ja, wie is hier nou agressief eigenlijk? Als je dan kijkt naar Iran en USA. Nou ja, dan is Iran nog nooit aangevallen de afgelopen eeuwen.
de Amerikanen besteden iets meer aan defensie, wat dan offensie is misschien in veel gevallen. Enfin, en zo gaat dat maar door. Hè. En dan kun je natuurlijk analyses volgen. Als je dan praat over van, ja, hoe kijk je naar het nieuws, dan kijk je ook naar analyses van waar moeten die pijpen en die gasleidingen allemaal doorheen. Door die regio. Hè. Dan komt Syrië ook in beeld. Als je kijkt naar het aantal Amerikaanse bases in de wereld, dat zijn er 800. Als je dan kijkt hoeveel Rusland er extern, dus in andere landen, basis heeft, dat zijn er geloof ik 4. Dus ja, dit is het aantal jaren waarin de VS in oorlog is met iemand in de wereld. Dus vanaf de oprichting van de Verenigde Staten in 1776 hebben ze 21 jaar vrede gehad. En voor de rest zijn ze in oorlog. Dit zijn de defensiebudgetten. In miljarden. In miljarden. En dan, ja, van wie moet je dan bang zijn? Nou, eerder van de Verenigde Staten of van China, hooguit nog, maar niet van Rusland. Dus enfin, zo gaat dat maar door. Maar jij wou naar 9-11, hè? Daar is die, 9-11. Ja. Ja, sorry. Ja, dat is natuurlijk briljant, jongens. Dit, echt heel leuk. Moeten wel kunnen blijven lachen. Ja, dat is leuk. Nou, pas een boek over geschreven, omdat het 15 jaar na dato was. Kijk ook even naar de lijst van mensen die dat mede aanbieden. Vertel even in het kort wat het complot is over 9-11. Ja, het grote complot achter 9-11 is, tenminste het officiële complotverhaal, is dat Amerika is aangevallen door moslimterroristen onder leiding van Osama Bin Laden. Dat is het officiële verhaal. Als je daar heel erg in duikt, dan blijkt dat niet helemaal stand te houden. En de bron daarvan begon voor mij in 2006. We hebben in 2006 een zomeropdracht uitgevaardigd in Delft. Toen had ik door een complexe beenbreuk was ik een maand aan het bed gekluisterd. En toen ben ik eens wat gaan googlen om programma te maken voor mijn bureau. En toen kwam ik bij Loose Change. De meeste van u zullen misschien die documentaire wel gezien hebben. Waar hele goede vragen werden gesteld. In ieder geval goede vragen. Over van of het allemaal wel klopte met die aanslagen. Onder andere ook technische vragen. En voor mij was het aanleiding om te zeggen, nou ja goed, in Delft hebben we alles in huizen, vliegtuigbouwkunde, staal, beton, nou alles. Wij moeten kunnen snappen of het allemaal wel klopt met die instorting van die gebouwen en alles. Dus daar zijn we toen ingetogen. Dat is helemaal uit de hand gelopen in die zin dat ik daardoor redelijk kritisch en wakker ben geworden. Maar goed, in ieder geval een lang verhaal kort te maken. En onder vuur kwam te liggen. En onder vuur kwam te liggen. Ja, dat was een bizar verhaal. Maar in het afgelopen jaar heb ik toch maar eens gezegd, oké, we hadden in 2015 de voorman van een vereniging, internationale club van architecten en ingenieurs. Ik kan daar even een slide nog van laten zien. Dat is deze, dat zijn de architecten en ingenieurs voor 9-11 waarheid. Inmiddels zijn daar meer dan 2800 internationale architecten en ingenieurs bij aangesloten, die alleen maar vragen, doe een ander onderzoek. Want wat er nu ligt aan 9-11 onderzoeken is ondeugdelijk. En dat kunnen zij met inhoud, met argumenten kunnen ze dat bevestigen. Voor mij was dit filmpje, dat ga ik jullie nu laten zien, onderdeel van mijn omslag, zeg maar, van hey, er is hier echt iets aan de hand. Lang verhaal kort te maken, toch eventjes dit. In 2006 zaten wij ook met onze zomeropdracht in het programma Zembla. We kregen een hele goede relatie met die journalisten, konden we echt mee eggen en ploegen, zou ik maar zeggen. Zij zaten in hun uitzending 5 jaar na de aanslagen toch op een hele ander spoor, namelijk de follow the money. Ik heb het iemand vandaag horen zeggen, dus kijk naar waar het geld allemaal heen is gegaan. Maar deze man, Danny Jovenko, is de unieke positie heeft die man in die tijd gehad van explosieve expert. Een explosieve expert die dus met behulp van explosieve gebouwen laat instorten. En u kent dat wel, was prachtig altijd, dat stort dan in een paar seconden, liefst op zijn eigen postzegeltje, want dan heb je geen schade aan de omgeving. En deze man wordt dus geconfronteerd met eigenlijk wat voor de meeste mensen de smoking gun was voor 9-11, dat er aan het einde, we kennen allemaal de Twin Towers, maar aan het einde van die dag is een gebouw, WTC nummer 7, dat stond naast de Twin Towers, was niet zo hoog, 190 meter maar, dat hebben we in Nederland niet, maar dat stortte ook in 6,5 seconden in elkaar. En dat had ik nog nooit gehoord in 2006. En deze man ook niet. En u moet maar het filmpje eens bekijken wat hier gebeurt. De mensen die geloven in het complot hebben het vaak over gebouw nummer 7. Dat was een wolkenkrabber van 47 verdiepingen naast de Twin Towers. Op 11 september 2001 heeft er brand gewoed, maar er is nooit een vliegtuig ingevlogen. Toch is ook dit gebouw op 11 september ingestort. Deze gebeurtenis heeft nooit veel aandacht gekregen en ook Danny Jovenko heeft er nooit van gehoord.
Zijn reactie op de beelden die we laten zien is onbevangen. Zie je vanaf boven gaan? Nee, je gaat vanaf onder. Die gaat vanaf onder, ja. Toch? Ja. Ze hebben gewoon kolommen weggeblazen. Er is nagesprongen. Dit valt anders dan het World Trade Center. Vind je niet dan? Ja, je ziet het. De onderste verdiepingen gaan eerst. Ja, en de rest zakt er gewoon in. Dus dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dat heeft een team gedaan van experts. Maar dit is ook op 11 september gebeurd. Dezelfde dag? Dezelfde dag. Dezelfde dag? Weet je dat zeker? Ja. Was het zeker weten de 11e? Kan heel waar zijn. 7 uur nadat de World Trade Center naar beneden viel. Ja? Hebben ze hard gewerkt? In het officiële onderzoeksrapport van FEMA staat dat ze niet kunnen verklaren waarom gebouw nummer 7 is ingestort. Dankjewel. Nou, dit is zo echt. Deze man reageert zo eerlijk. Vanuit zijn expertise. 26 jaar lang gebouwen met explosieven laten opblazen. Zijn filmpje zit in alle 9-11 documentaires wereldwijd op dit moment. Zoveel impact had dat. Dat wisten we in 2006 helemaal niet, maar dat is zo gebleven. En dit kan dus niet. Je kunt niet zo'n groot gebouw van 190 meter in een paar uur tijd, terwijl er nog brand woedde en al die verwoesting en ellende op Ground Zero, hè, na het instorten van die hoge Twin Towers, kun je zo'n gebouw niet perfect laten instorten. Dat gaat gewoon niet. Dus dat is in opdracht van tevoren gebeurd. En dat past niet in het verhaal van 9-11. Dus nou ja, en dan beginnen dus allerlei andere vragen te komen. Ja goed, dan moet je mijn boek lezen. Nou, is er misschien publiek dat hierop in wil haken? Vast wel. Hoe kijk jij hiernaar, Frans? Ja, ik heb je boek met veel plezier gelezen en ook al die alle documentaires. En het voelde gewoon voor mij vanaf het begin af aan al raar. Ik bedoel, er waren 19 Saoedische kapers, zogenaamd. En het eerste wat er gebeurt is dat de Amerikanen vallen Irak binnen. Afghanistan eerst. Oh, eerst Afghanistan. Ja. Maar, nog ja, in oktober al van 2001. Hè? Maar nog steeds niet Saoedi-Arabië. Nee, dus dat is al op zich erg raar. En vervolgens een aantal jaren later kwam er ook naar voren dat de helft van de kapers nog gewoon in leven was. In leven waren. Ja. En ja, dat is gewoon maf. Ja, en de verhalen van Wesley Clark, maar daar komen we misschien, komen we misschien zo nog even op. Ja. We gaan even naar het publiek. Wie heeft de box? Oh, de box is nog daar. Jongens, handjes in de lucht, u wilt hem hebben? Ah, hij kan naar voren, twee rijen. Kunt u wel goed vangen ook, meneer? Hatsa. Praten bij het kruisje. Ik ben Adriaan Verduin. Hallo. Daar moest ik mee beginnen. Zeker, graag. Ik hoorde net van dat jullie een boodschap hebben. Nou, ik heb met heel veel interesse zitten luisteren. Ik vind het hartstikke gezellig en interessant. Maar ik heb nog niet jullie boodschap begrepen. Wie heeft gezegd... Oh, dat was het stil. Ja, ik weet ook niet. Heeft iemand gezegd dat we een boodschap hadden? Ja, hierachter werd gezegd dat jullie een boodschap brachten. En Frans, jij gaat het hele land door. Oh, zo dan. Ja, ja. Om een boodschap te brengen. Ik wil wat wijzer worden van jullie. Wat moet ik wijzer worden? Dan mag u helemaal zelf weten wat mij betreft. Ja. Ja, kijk, ik probeer helemaal niemand op te dringen wat ik vind of wat ik geloof of wat ik heb uitgezocht. Dus het is informatief. Het is misschien vanuit mij gezien gepassioneerd in de zin van dat ik denk van nou, dit vind ik belangrijk, daar moeten we het over hebben. Maar ik zou niet willen dat iemand achter me aan ging lopen of dat ik een goeroe zou worden of wat dan ook. Dus een boodschap, ja, een boodschap is misschien van kijk heel kritisch naar alles wat je verteld wordt. Ook naar wat ik vertel of wat Frans vertelt vanavond. Als dat de boodschap is, als dat overkomt, dan denk ik dat we een hele geslaagde avond hebben. Nee, oké. Dankjewel. You're welcome. Oké, volgende vraag. Daar nog voor. Hiervoor is er nog eentje. Yes. Zo, goedenavond. Hoi. Hoi. Ik ben Jendrik Nadobnik. Dat is een Poolse naam, ik ben Pools. Je zou het niet zeggen? Nee. Nee. Ik studeer journalistiek in Tilburg. En ik wilde eigenlijk een vraag stellen over de wetenschap. Want de wetenschap bestaat om ideeën te toetsen. Zoals Carl Sagan, astronoom, heeft gezegd, de verbeelding, dankzij verbeelding ontdekken we werelden die er nooit waren, maar zonder die verbeelding komen we nergens. Daarmee promoot hij als het ware het vrije denken, wat de wetenschap eigenlijk tot verbloeiing heeft gebracht,
Bijvoorbeeld in de donkere eeuwen, de middeleeuwen, werd het vrije denken onderdrukt. Vrije denkers die daarna tijdens de wetenschappelijke revolutie uiteindelijk de wetenschap hebben onderbouwd, zoals Johannes Kepler, die ook een buitenaards leven geloofde. Mm. Zijn vrouw werd daarvoor op de brandstapel gegooid. Dat vind ik oneerlijk. En, als hij dat gelooft en zijn vrouw gaat op de brandstapel? Zoals een heks, ja. Ik kan daar dan wel de humor over. Ja, ja. Dat is normaal in de rapcultuur waarschijnlijk. Maar, ja, ja. Ja. Maar goed. Nee, sorry. Je hebt nooit zo'n vraag gehad. Sorry. Niet zo heel veel tijd meer. Dus laat even. Maar goed, het aparte is eigenlijk dat de wetenschap werd vroeger onderdrukt. Ja. Want dat werd het vrije denken genoemd. Ja. Vinden jullie het niet raar dat het vrije denken van ons nu door de wetenschap wordt onderdrukt? Absoluut. Absoluut. En dat is ook zo. En wat dat betreft zijn er nieuwe middeleeuwen aangebroken, wat mij betreft. En je ziet dat bij heel veel kritische denkers op heel veel vlakken. Dan praat je over in de bankaire sector, hè, dus het economische model. Feitelijk zijn economen pseudowetenschappers, hè, maar die modellen werken gewoon niet. En als je dat heel openlijk vertelt in die wereld, ja, dat vinden ze niet leuk, want dan pas je niet meer bij de club. We weten dat de farmaceutische industrie, hè, binnenkort komt Jors van Houts hier. Nou, die hebben met de verleiders ook heel erg de banken, maar ook de farmaceuten op de hak genomen. We weten dat er ook allerlei dingen niet kloppen. Maar daar zit een heel wetenschappelijk bedrijf achter, wat allemaal met elkaar citeert en belangrijk gevonden wordt en waar al het geld naartoe gaat. Maar ik begin er langzamerhand achter te komen dat dat feitelijk bij alle wetenschappen zo is. Wat niet wil zeggen dat iedere wetenschapper een slecht mens is, of dat hij zijn werk niet goed doet. Maar het ook voor universiteiten geldt dat het steeds meer bepaald wordt wat er onderzocht wordt door het bedrijfsleven. Want de overheid trekt zich terug en moet steeds meer, wat we dan derde geldstroom noemen, moet naar die universiteiten. Dus die moeten vanuit het bedrijfsleven maatschappelijk relevant onderzoek doen. Dus vrij denken, vrij filosoferen, een onderzoek doen waarvan je zegt, van, ja, geen idee wat eruit komt. Vraag me over 20 jaar nog maar eens een keer, dan weet ik het misschien wel. Daar is geen plaats meer voor. Dus je ziet dat alles een verlengstuk wordt van het economisch model, waarin oneindige groei moet plaatsvinden en iedereen steeds meer moet verdienen en er aandeelhoudersbelang is. Dus ik ben heel kritisch op dit moment over de wetenschap en dat ondervind ik ook aan den lijve. Dus ik denk dat je een terechte conclusie trekt. Ja, en dan vraag ik me wel af, de zoektocht naar buitenaards leven, daar zit de wetenschap ook mee. Ja. En ze sluiten het niet totaal uit. Totaal niet zelfs. Totaal niet. Nee, maar het is zo ver weg, daar kunnen we nooit bij komen. En ze hebben ook niet het besef dat zij wel hier zouden kunnen komen. Dat is het grote probleem. Dus het is antropocentrische denken. Eigenlijk dus min of meer de platte aarde-theorie, heb ik toch gezegd. Oh. Dat model, dat denkmodel bestaat bij ons. Want we geloven dat er bacteriën in de ruimte zijn, maar niet dat er veel intelligenter leven is dat misschien al zelfs wel hier komt. Of misschien al duizenden jaren geleden hier geweest is. En maar dat is wel politiek correct wetenschappelijk denken. Klopt, maar dan halen ze er het argument van onwetendheid bij. Ja, dat als je een vliegend object hebt gezien in de lucht, meteen de conclusie trekt dat het een UFO is. Terwijl dat, weet ik veel wat, Venus kan zijn. Hmm. Of wat dan ook. Ik denk wetenschappers die zien zichzelf als heilig. Ja. Klopt. Nou, ik heb een kerkelijke achtergrond, maar ja. Kunnen we helpen? We moeten wel even snel door, want zit een enorm. Maar heel fijn dat je die vraag gesteld hebt. Ja. We moeten helaas snel naar. Hier dan naar voren, alsjeblieft. Hiervoor. Ja, in donker zit nog iemand hier. Hallo, mijn naam is Zuidman. Ik wil even aangeven, er werd eerder aangegeven dat er niet echt een boodschap zat in jullie stuk, maar ik vind juist dat er echt wel een boodschap in zit. Kijk, want, now we're talking. Ik wil aangeven dat heel veel mensen gewoon bevooroordeeld zijn en het enige wat ze kunnen is gewoon toch wel de leiders volgen in de zin van iemand zegt iets tegen mij en ik geloof die persoon gelijk. Maar wat jullie doen is onderzoeken voordat jullie praten. Van, als jullie mij vertellen van het is zo, dan wil ik eerst onderzoeken of het zo is en dan pas geloof ik het. En dat is wat jullie doen en dat is ook wat jullie mij hebben laten inzien. Niet alleen ik, maar ook de rest, denk ik. En ik denk dat jullie gewoon een inspiratie zijn voor de meesten hier. Want ik spreek namens mezelf en namens anderen, namens hem misschien. Hij dat we al heel snel bevooroordeeld zijn. En jullie hebben ons wakker geschud. Met andere woorden, de volgende keer als jullie wat zien. Zo lief. Zo lief. Dank je wel. Dat was het. Nou, dus deze avond is al geslaagd wat ons betreft nou al. Ja. Door jouw opmerking. Oké, nou gelukkig. Fantastisch, ja.
Ik op een gegeven moment ook. Ik heb dus in 2010, of 9 zelfs was dat, eind 2009, voor 6 masterstudenten van mijn opleiding, waar ik dus zelf ook gestudeerd heb, gewoon eens een keer gezegd, mag ik jullie iets vertellen over UFO's? Wat weten jullie ervan? Niks, maar ik heb ze 1,5 uur verteld. Toen waren ze helemaal flabbergasted. Ik zei, doe mij een lol, over een maand spreken we weer af. Doe zelf eens onderzoek, ga eens met mensen praten, Google eens wat enzovoorts. En dan gaan jullie mij ondervragen, dat hebben ze toen gedaan. En daar zat een hele grote, hij was ongeveer de afmetingen van Frans, maar dan nog breder en gespierder. Het is bijna niet voor te stellen. Bijna niet voor te stellen. Nee. Een Fries ook nog, nuchterder kan in Nederland haast niet, en een roeier. Dus nou, daar moet je niks mee aan de stok rijden. En die zei de hele tijd niks. Dus op een gegeven moment vroeg ik hem van, joh, je zegt al die tijd nog maar niks, hoe zit dat? Hij zei, ja, zei hij, ik heb altijd gedacht dat het onzin was. En nou twijfel ik. En dat is goed. Niet aannemen, gewoon twijfelen en onderzoeken. Dat is het enige wat je moet doen. Ja, en waar we natuurlijk de laatste tijd ook naartoe gaan, Koen noemde het al eerder, de nieuwe middeleeuwen. Kijk, misschien is het waar, misschien is het niet waar. Er gaan heel veel theorieën zijn er vanavond langsgekomen het over UFO's gaat, 9-11. Platte aarde is een keer gevallen. Als we straks met z'n allen doorkeuvelen, dan krijg je nog 400.000-500.000 theorieën. Het gaat erom dat we wel in een samenleving willen wonen en leven en werken, waar je dat soort ideeën in ieder geval met z'n allen, of ze nou waar zijn of niet, dat we ze in ieder geval met z'n allen in de lucht kunnen houden en kunnen entertainen en ernaar kunnen kijken van de verschillende kanten en erover kunnen lachen en discussiëren. En het vervolgens weer gewoon neer kunnen leggen en ook weer normaal door kunnen gaan, zelfs als we het eens zijn dat we het niet eens zijn, snap je? Ik ben heel erg bang dat we dat alles zo vast komt te zitten dat we straks daar niet eens meer op een normale manier over mogen praten. En dat is wel iets waar ik oprecht bang voor ben en waar ik wel, waar ik er persoonlijk in ieder geval alles voor zal doen om daar tegen te strijden dat dat ooit gebeurt. Want dat is wel echt iets wat mij bang maakt. Hier hebben we nog een meneer. Oké, we doen er dan nog één. Mag dat nog even? Ja, eigenlijk niet, maar het is goed. Oké. Nou, dan heb ik geluk gehad. En mijn naam is Arjan Lievaart, Frans, dus jouw vraag ook alvast beantwoord. Hoi. Koen, het volgende, waar komen al die UFO's vandaan? Is het één bron of zijn het meerdere bronnen? Zijn het concurrenten van elkaar? Ja. Ik heb in mijn UFO-boek bewust niet gesproken over de afkomst van de verschillende groepen. Er zijn getuigen, ik noemde net al eventjes iemand die in Amerika dus jarenlang... Je moet je voorstellen, stel je voor je als Amerikaanse regering je wilt geheim houden. Nou, dan moet je geen grote groepen mensen daarbij betrekken. Dus had een klein team om als er iets fout was gegaan met een toestel, om dat zeg maar te bergen en dan zeg maar te analyseren. Dus er waren kleine groepen bij betrokken. En een van die mannen die heeft toen verteld dat ze op dat moment 56 verschillende buitenaardse soorten, bezoekers, hadden geïdentificeerd. Daar zal het grootste gedeelte niets van hebben overleefd. Maar er zijn ook wel verhalen bekend van dat er nog wel buitenaards leefden. En daar was ook contact mee hadden. Van de neergestorte UFO's. Die minister van Defensie van Canada die heeft verteld een paar jaar geleden nog dat er inmiddels 80 buitenaardse soorten zijn gevonden. Waarvan we weten dat die er zijn en dat die contact hebben hier. Maar ik heb er dan nooit mee bemoeid. Ja, maar komen die uit dezelfde bron vandaan? Nee, die komen niet uit dezelfde bron vandaan. Nee. Die komen uit verschillende sterrengroepen of sterrenstelsels. En als het over die technologie gaat, blijkt dat afstanden geen issue zijn. En dus wat voor ons miljoenen lichtjaren is, en dat betekent dus als je al met 300.000 kilometer per seconde kunt reizen, dan nog doe je er 1 miljoen jaar over. Dat is niet aan de orde. Als je die technologie snapt, dan is het geen issue meer. En ik geef altijd het voorbeeld, ik probeer ook altijd het publiek heel erg dicht bij huis te laten voelen van ja, waar hebben we het nou eigenlijk over? Stel je nou eens voor dat je wel, we hebben de middeleeuwen genoemd, stel je voor dat je met je iPhone naar de middeleeuwen zou kunnen. En dat allemaal technisch werkt goed. En dat je daar op het marktplein zou gaan. Gewoon een nieuwe app. Gewoon een soort app. En je staat op het marktplein, sta je te bellen met je moeder. Nou, wat denk je dat er dan gebeurt, vraag ik altijd. En het antwoord is natuurlijk, dan ga je op de brandstapel. Waarom? Je bent met de duivel in gesprek. En jij nog uitleggen, ja, mijn iPhone en de telecom. Het is maar mijn moeder. Het is je moeder. En ik bedoel, dat is kansloos, want je gaat op de brandstapel. Dus het is onbegrepen techniek, geeft zo'n reactie. Dus als je nu in de wetenschap zegt van je kunt in 1,5 uur tijd naar die exoplaneten die jullie net ontdekt hebben, dan zit je aan te kijken alsof je letterlijk van een andere planeet komt. Maar dat is gewoon onbegrepen techniek.
Maar die mensen komen dus hier naartoe. Ja. Ja? Ja. En als die mensen hier geweest zijn, dan denken ze toch, ja, dit zijn allemaal Neandertalers. Wat moeten we hier doen? Ja. Wij komen hier nooit meer terug. Dus er is toch waarschijnlijk iets dat ze hier naartoe willen komen. Ja. En u heeft ook gezegd, ja, misschien willen ze de planeet wel gaan benutten. Onze planeet gaan benutten. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Zou het zo kunnen zijn, misschien een hele aparte hypothese, dat die mensen duizenden jaren geleden al hier naartoe gekomen zijn en ons heel rustig aan prepareren met de technologie die zij al hebben, op een hele rustige manier onze planeet beschikbaar maken voor hen in plaats van andersom? Nou, dat is dan zeg maar de negatieve inslag. Dat zou kunnen. Ik sta daar bij wijze van spreken niet van te kijken. Maar wat de meeste getuigen op dit moment zeggen, is dat het letterlijk onze buren zijn. En om maar weer eens een vergelijking te maken, die ik altijd geef, is stel je voor, je woont in een rijtje met huizen, je hebt buren, en de buren hebben vreselijke ruzie altijd. En je hoort dat door de muren heen. En op een gegeven moment denk je, nou, ik ben nou ontzettend zat, waar gaat het eigenlijk over? Die zit met zo'n glas, zit je aan de muur, en zit je te luisteren van, waar heeft Truus met Henk, waar hebben ze het over eigenlijk? Oh, dat, oh ja, nou, dat herken ik wel, maar volgens mij zit die goed en die zit fout. En op een gegeven moment denk je, nou, ik ga aanbellen, ik ga het vertellen aan ze. Nou, dan weet je wat er gebeurt, dan richten ze zich tegen jou. En waar bemoei je je mee? Nou, dat is één. Maar als je dan weer met dat glaasje aan de muur zit en je hoort dat Trace zegt van, ja, nou ga ik de gas aansteken en ik laat de hele boel laat ik ontploffen. Dan denk je, nou, ik woon ernaast, dat is niet echt lekker. Laat ik dan nou eens eventjes toch maar aanbellen. Nou heb ik wel recht om aan te bellen. Ik denk dat, en dat gaat heel ver voor het hele dossier, dan moet je de boeken toch maar lezen, denk ik. Maar dat een van de meest goed gedocumenteerde UFO-fenomenen op dit moment is dat ze zich bemoeien met onze kernwapens. En dat is al tientallen jaren zo. Blijkt dat UFO's gesignaleerd worden bij kernwapenarsenalen in Amerika, maar ook in Rusland, blijkt na de val van de muur. En Engeland. En Engeland, dus ook alle kernwapenmachten. Waarbij ze in staat zijn om met zo'n apparaat alle individuele wapensystemen uit te schakelen. Dat is echt goed gedocumenteerd. En dat gaat door tot op de dag van vandaag. En in 2010 herinner ik me dat Obama er nog bij betrokken is geweest. Uiteraard komt dat niet op het NOS-journaal. Maar dat is iemand die dat heel goed heeft uitgezocht. Er zijn mensen die hebben dat gelekt. En die zeggen van, ja, het zijn allemaal individuele wapensystemen. Die schakelen ze gewoon uit. En dan gaan ze weg en dan doen ze het weer. En er is dus met zoveel woorden gezegd van, jullie mogen dat spul gewoon helemaal niet gebruiken. Want wat blijkt nou, dat met dat spul schijnt zo te zijn dat dat niet alleen op onze planeet verschrikkelijk is, maar dat dat doorwerkt, misschien zelfs wel in de tijdruimte. Wat weten wij nou van dat soort natuurkunde? Nou, als dat zo is, blijkt dat zij dus gewoon last hebben van wat wij hier op aarde doen. En ze komen gewoon vragen van, joh, stop daarmee. Nou is er, zeg maar, zoals ook de Verenigde Naties wetgeving heeft, internationale verdragen, zo blijken er ook gewoon internationale wetgeving of intergalactische wetgeving te zijn. En dat betekent dat je ook niet zomaar naar een andere planeet kan om daar eens even orde op zaken te stellen. En ik vergelijk dat altijd met wat Amerika in Irak heeft gedaan. Jij noemde het net in 2003. Dat zeg maar Amerika ging in Irak op basis van valse voorwenselen gingen ze daar even de democratie introduceren. Daar zijn inmiddels zo'n slordige 2 miljoen burgers bij omgekomen, maar dat even terzijde. Dus dat is geen model wat intergalactisch wordt geaccepteerd. Maar goed, dat gaat heel ver. Dat is een heel verhaal. Ik kan er nog heel lang over doorpraten. Maar we moeten stoppen. Maar je moet in dat soort termen denken. Want we gaan gewoon nog. We kunnen nog doorpraten in de foyer, maar we moeten in ieder geval dit afronden. Ja. Dus ik nodig jullie allemaal uit om een biertje te komen drinken in de foyer beneden. En dan kunnen we nog even over doorpraten. En namens ons alle drie. En namens. Ontzettend bedankt. Ja, ontzettend bedankt. Nou, hartelijk bedankt voor de aanwezigheid. En Eva, jij ook bedankt. Sure. We zien u in de foyer. Dankjewel. Dankjewel.